Dus ik denk dat de afwezigheid van de dubbelzinnige hoop en de speciale vormen van kracht die een religie geeft, dat die volledige afwezigheid daarvan mee bijdraagt tot een naar binnen gekeerde blik, waarbij je jezelf heel erg als norm moet nemen. Mensen die bijvoorbeeld zeggen, ik geloof in mezelf. Probeer dat maar eens te doen als je ongeschoren voor een spiegel staat in pyjama op een morgen na een slechte nacht. Moet je daar dan in geloven? Welkom bij Lab Diap, de podcast die op zoek gaat naar een echt gesprek. Gesprek zonder taboes, zonder script en zonder formaat. Vandaag ga ik samen met muzikant Ian Clément op bezoek bij Rick Torfs. Als je Rick Torfs formeel wilt voorstellen, dan ga je hem als kerkjurist, maar ook als ex-rector van de KUL voorstellen, maar ook ex-senator en andere zaken. Maar voor mij is Rick Torfs een figuur die breder is dan dat. Hij is zeker een soort BV in Vlaanderen en hij is iemand die een heel scherpe mening heeft over allerlei maatschappelijke thema's. De laatste jaren zegt men dat zijn mening nog meer scherp is geworden en voor sommigen controversieel is geworden. Vandaag gaan we daarover praten, maar we gaan ook over veel meer praten. Onder andere over theologie, over geloof, over het heelal, over fysica en veel meer. Het was een heel rijk gesprek. Ik heb ervan genoten en ik hoop dat u ook daarvan zult genieten. Dames en heren, Rick Torfs. Een van de doelstellingen van deze podcast is een soort zoektocht naar een gesprek. Wat is een gesprek? Hoe kan een gesprek echt zijn? En waar vindt het plaats? Dat is een idee of een vraag die mij bezighoudt. Hoe kijk je daarnaar? Ja, dat is op zich een interessant concept. Ik denk dat in het gesprek het woord spreken belangrijk is. Ook het woord zwijgen. Dus stiltes of witte vlekken in het gesprek kunnen ook erg betekenisvol zijn. Ik denk dat om praten te vervangen door een begin van gesprek, is het nodig dat je toch terreinen hebt die je alle twee wil bestrijken. Dus dat je toch een aantal onderwerpen wil aanraken. En voor mij is ook een absolute voorwaarde in de stijl van Jürgen Habermas, herrschaftsvrije communicatie. Dus het moet inderdaad een gesprek zijn zonder gezagsverhoudingen. Dus in die zin zijn er heel veel gesprekken instrumenteel. Bijvoorbeeld een gesprek met een politicus kort voor de verkiezingen is te gekleurd door de verwachtingen om een echt gesprek te zijn. Of een gesprek tussen twee mensen waarbij de ene toch nog iets van de andere te verwachten heeft. Of denkt te verwachten te hebben. Bijvoorbeeld steun op een of andere manier voor een project of zo is ook heel moeilijk, denk ik, een echt gesprek te noemen in de nobele zin van het woord, in de term van de noble art of conversation. En dat er ook een aantal andere randvoorwaarden voor een gesprek zijn, namelijk het vertrouwen dat de andere partij niet te vroeg kwaad of beledigd is. Dus dat je niet wordt onmiddellijk ondergesneeuwd door allerlei emoties, waarbij ik niet zeg dat die emoties niet terecht kunnen zijn, maar als ze massaal op iemand afkomen, kunnen ze wel een mechanisme oproepen of in het leven roepen om toch defensiever te worden. Dus als je met iemand praat en je weet dat die plotseling woedend kan worden. Ik had destijds zo'n familielid, een oom, die heel snel woedend werd. En volkomen onverwacht. Dus over een onderwerp dat niet kwetsbaar leek, maar plots ja, werd het dat wel. Ja, dat maakt natuurlijk een echt gesprek moeilijk. En dan zit je met de rem op te spreken. Wat ik dan weer niet nodig vind voor een echt gesprek is totale openheid over alles. Dus een gesprek is geen biecht of zo, of is geen eindeloze stroom van emoties die naar buiten komt, waarbij je jezelf voor 100% blootgeeft. Je kunt denk ik heel goed een diepgaand gesprek hebben en toch bepaalde zaken verzwijgen. Dus
Ik denk dat trouwens elk mens altijd bepaalde zaken in zijn leven verzwijgt. Hè. Dus mensen die bijvoorbeeld zeggen, ik ben altijd 100% open tegen mijn partner, ik zeg altijd wat ik denk, zullen er waarschijnlijk niet in slagen om op duurzame wijze die partner te behouden, omdat na een tijd lang dat tot kwetsuren gaat leiden en zo verder. Dus ik vind ook le nom dit, het niet uitgesprokene, mooi. Dus het terrein dat mensen toch als het hunne voorbehouden en waarvan je kunt voelen tijdens een gesprek. Je kunt dat bijvoorbeeld ook afspreken. Hè. Je kunt bijvoorbeeld met iemand zeggen, ja, ik spreek niet over dat of dat. Dat kun je doen. Maar je kunt ook wel zo kijken, waarover kun je wel spreken, waarover kun je niet spreken. En ook dat maakt voor mij deel uit van het gesprek, van een goed gesprek. Dat je dat ook niet altijd expliciet hoeft te zeggen. Ik vind het interessant eigenlijk om een beetje misschien uitdiepen, want eigenlijk wat je hier zegt en ik denk dat ik daarmee eens ben, dat een echt gesprek is ook een gesprek waar dat je niet alles zegt. En dat is heel interessant, want meestal inderdaad denkt men dat, dat het andersom moet zijn. Ja. En betekent dat, heeft dat dan iets te maken met de notie respect dan? Omdat je dan, of is dat iets anders of breder dan dat gewoon? Ja, het heeft te maken met respect, met reserve, met het volledig onderkennen van het anders zijn van de andere persoon. En dat betekent ook dat die het recht heeft om bepaalde terreinen af te schermen. Dus ik heb bijvoorbeeld, ik denk nu plotseling alleen, maar ik heb bijvoorbeeld ooit een discussie gehad met Erik Goens, hè, de man van het huis waar ik nooit zou kunnen in fungeren, omdat ik niet iemand ben die zomaar zijn gevoelens op straat gooit. Maar die vindt het bijna een soort niet eerlijk zijn dat je niet alles zegt. En dat vind ik niet juist. Ik denk dat het juist een supreme vorm van eerlijkheid kan zijn om niet alles te zeggen zonder te doen alsof je wel alles zegt. Ik vind dat ook allemaal met emoties. Als je dan zegt, ben je kwaad? Ja, soms weet je dat niet goed. Ben je daardoor ontroerd? Misschien wel, misschien niet. Misschien verrassend door de verkeerde dingen. En in die zin vind ik, het echte gesprek is een heel mooi spel waarin ook de genuanceerde gevoelens meespelen en waarin er inderdaad misschien onbekende, braakliggende terreinen open blijven. Want authentiek zijn is ook beslissen om niet te spreken. Ja. Het is niet alleen om te spreken. Je kunt op een heel eerlijke manier niet spreken. Persoonlijk vind ik bijvoorbeeld de totale openheid die er helemaal moet uitgegooid worden. Misschien moet dat bij een psychiater, maar ik heb die mensen nooit bezocht en zij via persoonlijke contacten om hen te helpen om door het leven te kunnen. Maar het idee van gooi er alles uit, dan zit je niet meer in een gesprek, maar bijvoorbeeld in een therapeutische relatie of wat dan ook. Hè. Dus in die zin moet niets in een gesprek. Op het ogenblik dat dat normatief wordt, is er ook een probleem. Mm-hmm. Hè, dus er zit heel veel vrijheid in het gesprek, in wat je zegt en in wat je niet zegt. Mm-hmm. Ik vond, het woord normatief is inderdaad hoe dat men vaak, ik heb de indruk vaak dat de laatste jaren gesprekken heel normatief worden. Dat je eigenlijk bepaalde formats hebt en je bent vooral verwacht om iets te zeggen. Omdat iedereen dat zegt of iedereen dat vindt. Vooral in de media heb ik ook die indruk vaak. Ik weet dat een gesprek tussen mensen onder elkaar kunnen en zijn vaak niet normatief, of hoop ik tenminste. Mm-hmm. Maar laat ons spreken over openbare gesprekken. Ja. Een openbaar debat. Hè? Zoals bijvoorbeeld in de media. Je bent vaak iemand die een mediaprogramma komt. Ik ook. Jij meer dan mij, maar goed. We kennen het alle twee. Ja. En is er nu een mogelijkheid om een niet-normatief gesprek, om niet in een bepaalde rol te vallen als je in een mediaprogramma, om buiten de verwachtingen in te communiceren. Hoe mogelijk is dat? Het is interessant om tenminste vast te stellen dat het niet vanzelfsprekend is. Hè? Want je hebt een soort dynamiek die wordt verondersteld aanwezig te zijn. Hè? Waarbij je inderdaad iemand volgt die de leiding geeft
neemt, bedoel ik, tijdens een gesprek. En bijvoorbeeld een interviewer of in een praatprogramma iemand die toch de zaken min of meer modereert. Wat kun je daaraan doen? Ik vind een van de technieken die je mogelijk kunt gebruiken, maar hier zitten we echt in een techniek van het debat en zo, is om plotseling iemand met zijn eigen vragen te confronteren. Dus bijvoorbeeld, ik vind het altijd fantastisch om aan iemand die een vraag stelt te zeggen, maar gelooft je dat nu zelf? Dus omdat, niet omdat dat zo interessant is als interventie, maar het is plotseling een omkeren van rollen, waardoor je de relativiteit ziet van de format. Ineens blijkt dat dat niet de enige mogelijkheid is om een bepaald onderwerp te behandelen. En dat vind ik dus wel interessant. Het is ook destabiliserend in de format alleen al. Dus je kunt zo gezegd... Want journalisten hebben dat niet graag. Die hebben dat niet graag, dat vind ik een reden om het te doen. Dus het feit dat ze dat hun eigenlijk minder comfort verschaft, is op zichzelf denk ik een positief punt. Want natuurlijk, wat zij willen, is dat jij iets zegt dat zo wat scoopachtig is, of dat je plotseling een zwenking maakt waar je zelf niet goed uitkomt. Of dat je bijvoorbeeld, als je praat met een Vlaams Belanger, dat die toch plotseling iets racistisch of iets islamofoob zegt, of dat een PvdA'er opeens lichte sympathie voor Stalin begint een toon te spreiden. Dat vinden ze allemaal fantastisch. Maar dat zijn in feite dikwijls uitvergrotingen van beelden die bestaan. En als je dat kan omkeren tot op zekere hoogte, vind ik dat wel interessanter. Dus dan krijg je niet meer de leider die een aantal mensen in bepaalde pistes probeert te brengen. Maar goed, het is ook een ander genre. Als je ergens geïnterviewd wordt of als je ergens in zo'n debatprogramma zit, weet je dat je ook een andere rol speelt. En dikwijls is het gesprek achteraf, dat weet jij ook, hè? Is het gesprek achteraf in de, hoe heet dat, green room of blue room, I don't know, hè? Maar is dikwijls interessanter dan het formele gesprek, omdat er dan plotseling een sfeer van openheid ontstaat die groter is. Dus je hebt eigenlijk, het officiële is onechter dan het gesprek dat achteraf informeel plaatsvindt. En dat is jammer, want uiteindelijk eigenlijk, ik ben het mee eens dat het vaak zo is, dat je ook in de VRT bijvoorbeeld, in de refter na de afspraak of ter zake, daar zijn er interessanter gesprekken dan aan tafel, maar met dezelfde protagonisten, met dezelfde interviewer, met dezelfde gasten, maar dan gaat het echt. En wat zegt dat over onze maatschappij? Zegt dat iets over onze maatschappij überhaupt? Is het publiek debat een play, een soort, in de Engelse betekent een toneelspel? Of kunnen we dat doorbreken ergens? Dat vind ik een heel interessant punt. Ik denk dat het inderdaad voor een stuk een toneelspel is. Veel is wat performance, zo bijvoorbeeld ook lesgeven is voor een stuk performance, of ergens gaan spreken voor een publiek. Op het ogenblik dat je daar alleen sec je boodschap brengt, is het ook moeilijk behapbaar voor een langere tijd. Maar inderdaad, een debat is ook een beetje een rol spelen, maar het zou wel sympathiek zijn dat je toch niet te ver moet afgaan van wat je werkelijk denkt. Dus ik vind dat wel sympathiek als je zegt, kijk, je moet natuurlijk over een paar dingen misschien opletten en de wijze waarop je formuleert, maar dat je geen totaal andere mens wordt in die refter of die green room of die kantine, hoe heet dat nu weer juist, achteraf. Dat plotseling niet totaal anders wordt. En soms kan dat inderdaad redelijk ontluisterend zijn, want mensen die elkaar nog keihard zitten te bestrijden, soms over dingen waarvan ze hopen dat het publiek het oppikt en het spectaculair vindt, worden volkomen relativisten als ze achteraf een glas wijn drinken 10 minuten later. Ineens lachen ze bijna met wat ze zelf zeggen. Ik denk dat eigenlijk... En andersom soms, hè? Ja, soms andersom. Ook heb je diegene die zit verontwaardigd omdat je iets zegt een beetje die buiten buiten de lijnen kleurt. En de refter komt te zeggen, ja, kijk, eigenlijk ik ben een beetje eens met jullie, maar je begrijpt, dat is gevoelig. Ja, en dat is natuurlijk, ik vind dat ook wel pijnlijk, als je de vrijheid... Wel, eigenlijk zou een mens zo vrij moeten zijn dat hij buiten wellevendheid en de tact om mensen niet te kwetsen. Want dat is iets wat ik zelf ook probeer te doen. Ik slaag er niet altijd in, maar als het lukt, probeer je dat te doen. Maar dat eigenlijk wezenlijk je ideeën dezelfde zijn, wat je publiek zegt en daarna in die kantine, vind ik wel mooi als dat kan. Het gaat misschien nooit helemaal kunnen, maar het mag wat mij betreft iets meer samenvallen. Er is eigenlijk, wat heel raar is soms, is er een kloof tussen de officiële parlevrij en wat mensen werkelijk zeggen.
Als ze informeel spreken. Dus zelfs het parlez-vrij is een beetje gespeeld. Ja, het parlez-vrij kan inderdaad ook een spel zijn waarvan je ook weet dat het niet realistisch is. Of dat je bijvoorbeeld politieke ideeën naar voren brengt die volstrekt onuitvoerbaar zijn. En achteraf ga je dan zeggen, ja, ik zeg dat nu wel, maar je begrijpt, mijn kiezers zitten in die richting. Ja, dus ook het parlez-vrij kan een construct zijn. Dus eerlijkheid als constructie. Hè? Mm-hmm. Terwijl het een soort eerlijkheid is die eigenlijk niet overeenstemt met wat je diep in je hart denkt als een realistische oplossing. Vind ik wel interessant op zich dat het zo ver kan gaan. Maar ik denk dat het... ik kan me daar ook bij neerleggen voor een stuk. Wij zijn allemaal mensen met ongelooflijk veel onvolkomenheden. Ik probeer de mijne dagelijks verder te cultiveren. We zitten daar nu eenmaal mee. Dus ik begrijp dat dat moeilijk anders kan, dat die spanning nooit wordt opgeheven. Maar het is toch fijn als ze, laten we zeggen, een redelijke proportie blijft aanhouden. Anders kunnen we misschien op de rand van het cynisme belanden. En ik ben een enorme tegenstander van cynisme. Dat is het einde van de boulevard of broken dreams. Dan geloof je nergens meer in. Word je bitter om de wereld die je eigenlijk niet in je grote kwaliteiten erkent. En dat soort vreemde zaken. Dus dat moeten we wel vermijden. Ja, ik zat te denken, Ian, je bent een kunstenaar en je bent een artiest, je zingt. En ik zat te denken toen daar ik iets aan het vertellen over die parlez-vrij, het verschil tussen die echte en de gespeelde. Speelt dat ook in de kunst? Speelt dat ook in de muziek? Ben je ook verplicht soms om een format te volgen? Is er een tegenstelling daar ook in een kunst? Of is dat iets dat alleen het publiek debat speelt? Ik heb de indruk dat het over twee verschillende werelden gaat. Ik denk, als het over performance gaat, als mensen naar een performance komen kijken, verwachten ze ook deels een performance. Mm-hmm. Je kan daar gerust je hart en ziel in leggen, maar dat kan ook deels fantasie zijn dat je aanbiedt. Wat ik denk, als ik jullie hoor spreken over een echt gesprek, is dat een groot deel van mijn generatie een beetje afhaakt als het gaat over de moderne interviews, moderne formats. Mm-hmm. Dat heeft vooral te maken met tijdsgebrek, gebrek aan nuance. Mm-hmm. Dus ik denk dat mensen van mijn generatie wel interesse zouden hebben in het gesprek in de coulissen. Mm-hmm. Ja. Dus dat moeten we eigenlijk een beetje nastreven. Het gesprek in de coulissen. Dat is een beetje wat de podcast ook probeert te doen. Hè? Ja. Een minder format, een beetje meer freestyle. Je doet eerst het officiële gesprek, je neemt dat op, je zendt het niet uit. Daarna film je met een geheime camera in de coulissen en dat is het dan. Prachtig idee. Echt waar. Dat zou echt heel super interessant zijn. Ja, ja. En dat heeft te maken met de tijdgeest. Hè? En dat is de titel van je laatste boek. Je bent nu bezig met een ander boek, heb ik gehoord. Maar goed, ik wil het hebben over de tijdgeest. Ik wil het ook hebben over... je hebt ook gerefereerd naar jouw generatie, deze tijd. Hè? Dus er is een verschuiving daarin ergens. Mm-hmm. En ik denk, in je boek, een tijdgeest, maar ook wat we vandaag hier hebben nu net gezegd, heeft te maken dus ook met het concept vrijheid. Hoe men dat definieert. Hè? En authenticiteit enzovoort. Is er een verschuiving daar? Kun je terugblikken op een bepaalde periode en zeggen van, op dat moment was het anders en nu is het toch verschoven? Of hoe zie je dat? Vrijheid is eigenlijk iets wat je in zekere zin... Ik denk dat het een heel natuurlijk iets is bij mensen, maar je moet het je kunnen permitteren. Dus mensen voelen zich des te vrijer wanneer ze zich, denk ik, redelijk goed in hun vel voelen. En dat gaat dikwijls ook gepaard met het beeld, wat ik heel mooi vind, de homo ludens van Johan Huizinga, de spelende mens. De mens die op zijn best is wanneer hij speelt. En in feite denk ik dat dat bijvoorbeeld ook in de kunst kan kloppen. Als je zoiets echt onder de knie hebt en je hebt inspiratie, dan kan je daar mee spelen. Wanneer je laborieus aan iets zit te werken, zal het nooit je beste product zijn. Mm-hmm. De echt goede dingen die je doet, dan ben je bijvoorbeeld even aan het schrijven. Je denkt, ik heb 10 minuten geschreven en het is 2 uur. Terwijl je soms ook 2 uur kunt zitten werken en er komt niks uit. Dus die vrijheid heeft ook te maken met het je goed in je vel voelen en dingen
op je af laten komen. Ook, denk ik, gedachten bij je toe durven te laten. Dus, want dat zijn twee verschillende niveaus. Je kunt zeggen, kijk, dat zijn bepaalde ideeën die ik heb en ik durf ze niet uit te spreken, bijvoorbeeld, want dan gaat mijn baas kwaad zijn of word ik gecanceld door de VRT of mag ik nooit meer dit of dat of mis ik een beurs of whatever. En dat is dan het verschil tussen wat je eigenlijk denkt en durft te zeggen. Maar nog veel fundamenteler is, welke gedachten durf je bij jezelf toe te laten ter overweging? Dus misschien ga je achteraf zeggen, ik verwerp ze wel, maar het kan zijn dat je uit principe zelfs weigert om bepaalde gedachten in overweging te nemen. En dat vind ik een vorm van onvrijheid. Dat je jezelf censureert eigenlijk. Ja, en zelf censureren niet alleen in het uitspreken van een gedachte, maar zelfs in het te durven denken. En dat is natuurlijk dat is de meest tragische vorm van zelfcensuur. Want ik begrijp heel goed dat je bepaalde dingen niet uitspreekt, daar kunnen goede redenen voor zijn. Strategische, maar ook menselijke. Maar dat je iets niet meer durft te overdenken, vind ik problematisch. Mm-hmm. Dus als het een gedachte is die bij je opkomt en je denkt, ja, maar dat mag ik toch niet diep in mezelf denken, daar ben ik voor een grotere vrijheid. Ja, dat is inderdaad een uitdaging voor een mens om eigenlijk eerlijk tegenover zichzelf te blijven en moedig te blijven van binnen. Hè. Je moet je veilig genoeg voelen om spontaan te kunnen zijn. Ja. En dat wil ook zeggen dat je jezelf moet de toelating geven om fouten te maken, om in de vangrail te gaan, zeg maar. Maar is het ook niet zo? Oké, je hebt dat innerlijk uitdaging. Dat vind ik heel mooi uitgedrukt. En dat is echt iets om na te denken. Om daar na te denken. Want als ik dat op mezelf toepas, ja, ik ben heel benieuwd. Hè? Want ik heb daar nooit zo stil bij gestaan. Durf ik over alles na te denken. Maar dat is een mooie oefening. Maar als wij het naar het maatschappelijke nemen, en dan is, zeg maar, de druk tastbaarder en duidelijk. Ik denk dat iedereen een beetje meer aanvoelt wat hij of zij mag zeggen of best liefst zegt of liefst niet zegt tegenover alles wat maatschappelijk en de maatschappij eigenlijk van normen, van bepaalde salonveegigheid, berekening, noem maar op. Niet dat iedereen die af... Allee, dat is duidelijker en denk ik meer tastbaar voor veel mensen. En het lijkt erop dat de voorbije jaren dat het nog belangrijker is geworden, terwijl dat je zou denken dat je met de tijd vrijer... Ja. Dat we vrijer aan het worden zijn. Ja. Het lijkt al alsof dat het eigenlijk niet zo is, of dat het misschien, dat er twee stromingen zijn die in de tegengestelde richting gaan van elkaar. Ik weet niet. Wat is jouw mening daarover? Ja, ik denk inderdaad dat de vrijheid terug wat kleiner wordt. Ik denk dat je dat ook kan bewijzen met bijvoorbeeld rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Arrest Handicide van 1976. Daarin werd nog gezegd, hurting, shocking and disturbing words, dat zijn toch niet zo sympathieke dingen. Hurting is kwetsend. Hè? Shocking, waar mensen wel omvervallen, storend, hè? Is toch goed. En waarom? Voor het algemeen welzijn, omdat anders mensen in een rondje blijven draaien. Dus de meeste nieuwe ideeën waren in het begin bijvoorbeeld schokkend. En als je vandaag bijvoorbeeld zegt, ik ben voor wereldsolidariteit, ja, dat zal wel waar zijn, maar dat is zo hol als het maar kan zijn. En wat zijn daar de consequenties van? Dat is leeg. Hè? Iets waar niemand tegen kan zijn, kun je ook niet echt voor zijn. Dus je moet af en toe met nieuwe ideeën komen. En dat ligt inderdaad moeilijker. Ik denk dat dat zo wat de swing of the pendulum is, om het in goed Nederlands te zeggen, dat de slinger nu eens de ene richting uitgaat dan de andere en dat hij zelden in het midden stopt. En wat natuurlijk niet kan, denk ik, is dat je gaat zeggen, vrijheid van meningsuiting moet fatsoenlijk zijn. Die mag natuurlijk ook onfatsoenlijk zijn. Maar dat is ook geen verplichting.
Dus, maar het feit dat ze fatsoenlijk moet zijn, betekent al dat de vrijheid wordt begrensd door de morele connotatie van het begrip fatsoen. En dan is er iemand die de macht heeft om dat begrip te definiëren. En dat zijn degenen die natuurlijk de diploma's in wellevendheid uitdelen. Dus de diploma's eigenlijk in hoe je behoort te gedragen op een bepaalde manier. En dat is inderdaad, vind ik, een probleem. De vrijheid houdt het risico in van ontsporing, onbeleefdheid, gebrek aan fatsoen. Want als dat risico niet genomen wordt, kunnen er ook geen heel positieve dingen uit voortvloeien. Wat vaak wordt vergeten is dat de begrenzing van de vrijheid aan de kant van het onfatsoenlijke tegelijkertijd een impliciete begrenzing is aan de kant van het positieve en het sublieme. Het sublieme, de schoonheid, het vernieuwende, het grensdoorbrekende, het transcendente, bestaat pas bij de gratie van wat helemaal fout is. En dus in die zin, de bandbreedte van de vrijheid is ook de garantie, als die breed genoeg is, voor echte creativiteit. Mm-hmm. Dus wie alleen fatsoenlijke dingen wil horen, is gedoemd in een debat terecht te komen gekenmerkt door mediocriteit. Mm-hmm. Dat wordt zelden gezegd. Mm-hmm. Want er wordt alleen gezegd, kijk, nu zijn er geen rare dingen meer en niemand zal beledigd zijn en foei en die ideeën worden niet meer, gelukkig niet meer gezegd. Maar waarom is dat gelukkig? Maar hier hoor ik een beetje hier Rick Torf, de rebel tegen de katholieke moraal. Die je altijd eigenlijk bent geweest. Een criticus in die zin. Doordat je altijd hebt gepleit. Ook in het verleden voor de vrijheid om niet fatsoenlijk te zijn volgens wat de kerk zeg maar beschrijft of zeg maar in haar doctrine presenteert of definieert als fatsoen. Alleen is het niet zo vandaag dat je mag niet fatsoenlijk zijn in de oude zin van het woord, dat zelfs wordt verwacht, alleen dat fatsoen zelfs als concept onder druk komt te staan, en dat er een andere deugdzaamheid is ontstaan die niet meteen gekoppeld wordt aan dat notie van fatsoen, maar dat eigenlijk hetzelfde is. Ja. Maar is een verschuiving. Hè? Dus je mag vandaag alles wat vroeger bijvoorbeeld conservatief was en dat de kerk beschouwde als onfatsoenlijk, is vandaag geen enkel probleem. Ja. Maar er is toch een nieuwe notie van fatsoen ontstaan. Dat heet niet meer fatsoen waarschijnlijk. Voor sommigen wel, gek genoeg. Het woord komt bij sommigen terug. Maar de mensen die vroeger fatsoen gebruikten, bijvoorbeeld in mijn jonge jaar, in de jaren 60, hè, dan was de progressieve pers, haalde uit en terecht naar zogenaamde fatsoensrakkers. En dat waren dan mensen die... Dat heette zo, fatsoensrakkers. Ja, fatsoensrakkers. Ja. Een woord dat nu helaas in onbruik is geraakt, maar dat van een onmetelijke schoonheid is. En dat woord ging dan voornamelijk over, ja, laten we zeggen, burgers die er allemaal heel serieus uitzagen en je kon op hen rekenen, maar misschien hadden ze achteraf ergens in een vergeten gehucht toch een maîtresse zitten of deden ze helemaal niet in hun eigen leven wat ze pretendeerden noodzakelijk te zijn voor de samenleving in haar geheel. En dat was ook hypocriet, maar tegelijk werd er op die strenge regels geïnsisteerd. Je had dat bijvoorbeeld in het katholiek onderwijs, dat was ook nog later, als ze dan uit de echt scheiden, de leerkrachten, dan werden ze ontslagen. Een tijd lang zelfs via een ontbindende voorwaarde in hun arbeidsovereenkomst, die een zekere tijd als legaal werd beschouwd. Daarna niet meer door de rechtspraak, maar in het begin wel. Dat zijn dus de fatsoensrakkers van de oude stempel. Hè? Maar nu vandaag, ja, als je bijvoorbeeld een discussie zou voeren over wat het concept non-binair bijvoorbeeld is, of dat dat een zaak is die ook ontologisch zo is, of is het eerder een code en zo meer, ja, dat is voor sommigen vandaag een gevaarlijk punt. Terwijl je, denk ik, perfect respect kunt hebben voor mensen die non-binair zijn en tegelijkertijd over het onderwerp een discussie voeren. Maar dat is dus, zo zijn er altijd nieuwe taboes. Hè? En eigenlijk is, denk ik, de geschiedenis een geschiedenis van steeds wisselende taboes. En wat vroeger aanbevelenswaardig was, is vervolgens klein burgerlijk.
En andersom. En ik vind dat eigenlijk fantastisch. Dus in die zin, en dat karakteriseert ook de zwakheid in mijn manier van leven misschien, maar ik geloof absoluut niet in voortschrijdend inzicht, wel op microvlakken en natuurlijk wel in de wetenschap en zo verder, vanzelfsprekend geneeskunde, we leven allemaal langer en zo verder. Hè. Maar het idee dat de mens definitief op filosofisch vlak bepaalde dingen verwerft en obscure tijden achter zich laat. Ik denk dat de mens zo in elkaar zit dat dat obscure altijd weer terugkomt via een omweg. En dat wordt dan iets anders. En het verbod dat de mens wel nodig heeft, misschien om zich af te zetten tegen bepaalde dingen, maar komt steeds onder andere vormen terug. Dat vind ik fantastisch interessant. Ja. En de kunst bestaat erin, denk ik, om de moed te hebben om eigenlijk alle mogelijke rare dingen toe te laten. Ik bedoel niet op het niveau van de daden. Hè. Dus ik ben geen voorstander van je partner in het ziekenhuis slaan of van allerlei verminkingen of seksueel misbruik. Verder van. Maar wanneer het gaat over de discussie, moet je niet bang zijn. No li timere. Maar ja, goed. Ja. En nu, Als ik u hoor zeggen, spreken over hoe dat alles terugkeert en dat we inderdaad niet zitten in een wereld die gestaard en lineair en vooruitgang is. Ja. Terwijl dat wel, natuurlijk, als je naar politiek filosofie kijkt, dan is dat wel een van de stellingen, hè, die wat men met progressieve beweging eigenlijk typeert, om te denken van, ja, kijk, we zitten in een logica van vooruitgang, ja. Hè, en dat wij voor verworvenheden ergens cumuleren. Af en toe is er wat stagnatie, maar ja, je hebt toch een proces van verworvenheden. Is er volgens u daar iets van waar in de maatschappelijke politiek, of is dat ook eigenlijk een soort fabeltje dat we ons eigen eigenlijk vertellen om misschien een soort window van 20, 30, 40 jaar een stabiele maatschappij te hebben in afwachting van de grote volgende schok dat we dan krijgen? Wel, twee dingen. Ik denk, vreedheid is er altijd. Alleen is er soms wat vreder dan anders. Maar bijvoorbeeld geciviliseerde mensen kunnen elkaar op een subtiele manier de grond inboren door elkaar het bloed onder de nagels te pesten. Je hoeft niemand een bloedneus te slaan als je verbaal goed genoeg bent om hem op een andere manier uit te schakelen, want dat is dan toch wel het woord. En dan merk je, op het ogenblik dat het dan oorlog wordt, of het nu Oekraïne-Rusland is, of Israël-Palestina en zo verder, ja, dan komen toch die wreedheden weer terug, rauw en onversneden, alsof er nooit een evolutie is geweest naar meer beschaving. Dus eigenlijk zijn wij beschaafd wanneer we het ons kunnen veroorloven, om te beginnen. En wanneer het tweede punt ook misschien de sociale instrumenten hebben om het te zijn. Hè. Dus als je bijvoorbeeld geen verbale mogelijkheden hebt, kun je niet anders dan erop kloppen. Hè. Dus daar komt het ergens op neer. Dat vind ik al een eerste punt. Een tweede punt, ik vind de politieke filosofie op zichzelf een vorm van neergang. En daarmee bedoel ik dit. Uiteindelijk is de filosofie vandaag soms wat te gemakkelijk geworden. Omdat heel fundamentele vragen uit de weg worden gegaan. Namelijk metafysica, echt transcendentale vragen. Hè, die overstijgend zijn, worden in deze tijd minder gesteld. En ik vind eigenlijk politieke filosofie iets betrekkelijk praktisch, waar heel veel subjectiviteit en verborgen ideologie achter zit. Als je denkt aan zo bijvoorbeeld, ja, Theory of Justice door John Rawls bijvoorbeeld. Ja, dat is een soort progressief liberalisme en zo verder, dat dan mooi wordt verpakt en zo wat in een soort jargon wordt gegoten. Maar uiteindelijk is er nauwelijks een verschil tussen het vooroordeel en het resultaat. Dus de auteur begint te schrijven met eigenlijk het slot al in gedachten. En in feite vind ik dat filosofie gewaagder moet kunnen zijn. Moet kunnen gaan over de essentie, over leven en dood, over het transcendente dat ons overstijgt. En bijvoorbeeld, ik heb daar ooit eens een mooi gesprek over gehad in de auto, daarom neem ik nooit de trein, maar wel de auto, omdat je daar beter kan praten. Ook omdat je
naast elkaar zit zonder elkaar in de ogen te moeten kijken. Dat is een heel mooie situatie soms, hè? Om een gesprek te hebben. In de trein zit je soms recht over elkaar. En ik had daar... ik moest ergens naar een debat met Hubert de Thiers. En dat was een bekend filosoof van de VUB. Een vrijzinnige, een atheïst, een zeer beminnelijk en verstandig man. En ik weet eigenlijk niet meer waarover het debat ging en wat we daar moesten gaan doen, maar ik moest hem wel, hij is overleden, sindsdien thuis ophalen. En onderweg zei hij, ik maak mij grote zorgen over het niveau van het atheïsme. Ik vond het een heel interessant iets, want hij zei, kijk, perfect dat mensen atheïstisch zijn, maar in Gods naam, ik weet niet of hij het zo zegt, maar doe dan niet op een wijze zo van, ja, God bestaat niet, dat is het dan. Je had een subtiele vorm van atheïstisch zijn met diepe redenering, onderzoek. Je had dat ook bij Leo Apostel bijvoorbeeld in Gent. En in feite dacht ik, ja, dat is eigenlijk waar. Hè? Dus dat zijn heel essentiële vragen die we heel zelden durven te stellen. En ik denk dat we bijvoorbeeld in Vlaanderen overgegaan zijn op één generatie van een soort bijna formalistisch, ondiep geloof naar een even leeg en formalistisch, ondiep ongeloof. Dus, en wat die twee dingen verenigt, is in feite het ondiepe karakter ervan. Kun je dat een beetje meer toelichten? Dus... Ja, wel. Dus ik denk dat... Op een gegeven moment zijn we in ons land, maar ook in andere landen in het Westen, dus neem nu bijvoorbeeld Nederland en zo, UK en zo verder, gaven de mensen formeel nog de indruk dat ze gelovig waren, behoorden ook sociologisch, hè, tot bijvoorbeeld een kerk. Af en toe volgden ze de rituelen daarvan. Voor een deel ook omdat dat sociaal de beste weg was om te overleven. Zeker in een klein dorp. Willem Elschot heeft daar nog over geschreven. Maar in het begin van de 20e eeuw in De Verlossing, denk ik, een novelle waarbij een dorpeling ten onder gaat aan een conflict met de pastoor en niemand komt nog naar zijn winkel. Dat soort dingen. Hè? Maar eigenlijk, denk ik, was de inhoud van dat geloof al enorm aan het verzwakken. En werd het een kwestie van rituelen en dikwijls ook van dat afschuwelijke ding moraal. Hè? Dus dat je seksueel moest beheersen, wat dan de priesters zelf blijkbaar ook niet altijd konden. Hè? Maar eigenlijk is dat heel leeg. Hè? Dus de essentie van geloof is vragen stellen over het transcendente, over wat ons overstijgt, gebeurde nauwelijks nog. En dus iedereen was zogezegd gelovig, maar het was ondiep. Het was een soort... bijna discours, verbaal discours van evidentie. Hè? En je moest je verantwoorden wanneer je ongelovig was. En vandaag zijn we, denk ik, overgegaan naar het tegendeel. Een soort discours van evident ongeloof, maar dat ook niet diep gaat, dat ook zijn rituelen heeft, waar we bijvoorbeeld dan andere dingen, niet meer moraal, maar bijvoorbeeld geestelijke gezondheid heel centraal staat, met grote rollen voor therapeuten en psychologen, waar je best niet smalend over doet, want als je daar ook maar één opmerking over plaatst, krijg je meteen te horen, weet u wel hoeveel zelfmoorden er zijn. Dus dat wordt dan direct ook uitvergroot, alsof je niet af en toe wat ongelukkig kunt zijn zonder meteen zelfmoord te plegen. En maar dat is wel interessant, hoe dus die cultuur van het ondiepe geloof is vervangen door de cultuur van het ondiepe ongeloof. Waren er andere diepere tijden? Laat ons focussen op de Europese geschiedenis. Heb je een idee over hoe dat die... shallowness, zeg maar, zo. Die oppervlakkigheid, hoe dat zich heeft ontwikkeld en waarom. Dat vind ik een heel interessant punt. Ik heb daar onder andere ooit over gesproken met Jean-Luc Marion, een bekend Frans filosoof, die lid is van de Académie Française, conservatief-katholiek. Enfin, dus ik ben het zeker niet over alles met hem eens. Maar die zegt wel, er is nooit in de geschiedenis een moment geweest dat de meerderheid van de bevolking echt gelovig was. Maar, wat wel natuurlijk ook zo is, er zijn ook altijd wel gelovigen geweest. En bijvoorbeeld, openlijke katholieken vind je in Vlaanderen heel erg weinig op dit moment. Natuurlijk, ik weet niet hoe jij dat bijvoorbeeld ziet, hè, voor moslims. Hè. Jij bent een cultuurmoslim. Mm-hmm.
ik weet niet of je zelf weet hoe diep je geloof is, want dat vind ik al een eerste punt. Ja. Ja. Wel, dat is... Allee, terwijl dat je dat aan het vertellen over ondiep geloven, zat ik ook mezelf die vraag te stellen van, en hoe zit het voor mij? Ik noem mezelf een agnost. En ik denk dat in die zin dat ik mij niet plaats bij het atheïstische kamp, omdat ik het eerlijk niet weet. Ja. Maar ik persoonlijk bijvoorbeeld, ik ben een spirituele agnost. Dus ik geloof wel in transcendentie. Ik geloof wel dat er iets in de metafysica is. Ik geloof wel dat, dat we hier niet zo... alleen uit materie zijn. Dat is, maar ik zeg, ik geloof omdat ik het niet weet. Hè. Want als ik het weet, dan geloof ik het niet. Dan weet ik het. Hè. Ja, maar je bent hier nu bezig met een spectaculaire geloofsblijdenis te doen. Dat is eigenlijk... ik ben geloven, alleen ik ben niet... Ik noem mezelf een cultuurmoslim, omdat ik niet gelovig ben in de islamitische versie van antwoorden hierop. Ook niet in de christelijke. Ik ben trouwens ook een christelijke cultuurchristen. Nee. Ik gebruik dat niet veel in Vlaanderen, want hier in Vlaanderen zijn de moslims altijd aangevallen. Dus ik associeer mij met hun, dat is een reflex. Terwijl dat in Libanon bijvoorbeeld, als je mij vraagt of ik een moslim ben of christen, ik zal je direct antwoorden dat ik allebei ben. Ja. Want mijn moeder is christen en de helft van mijn familie is christen en de helft van mijn familie is moslim. Ja. Ik ben in die twee tradities opgegroeid. Ja. En ik ben ook een cultureel christen, omdat die christelijke geloof is een onderdeel ook van mijn cultuur. Maar daar ook, ik kan niet zeggen dat ik in de christelijke... orthodoxie geloven, het geloof en de uitleg en het verhaal. Maar ik weet dat de christenen, de moslim, maar ook andere geloven in mijn ogen manieren zijn om te zoeken naar antwoorden op die echt bestaande waarheid. Dus ik geloof in die waarheid. Ja. Ik geloof in de iets die transcendentaal is. Of zeg maar niet transcendentaal, dat is een verkeerde woord. Want dan betekent dat dat het apart is van de wereld. Misschien is dat eerder immanent, hè? Niet transcendentaal. Ja, maar het is wel spiritueel. Het is meer, het is meer dan het feit dat... want ik denk... En daarmee ga ik gewoon mijn laatste zeg maar, preek vertellen. Maar ik denk dat, dat het bestaan onmogelijk is. En het feit dat het mogelijk is en dat het wel hier is... dat we hier zitten, is een mirakel. Het kan niet anders. Want als er niks is, dan is er voor altijd niks. Als er niks is, dan is er voor altijd niks. En als er iets is, altijd, dan is dat eigenlijk iets buiten onze fysische wetten. Hè? Dus het feit dat we bestaan, is een mirakel. En in die zin is het voor mij ergens behoefte aan religiositeit in mijn ogen en spiritualiteit. Maar... is niet noodzakelijk dat er behoefte is aan een religie in de georganiseerde vorm. Voilà, zo zie ik dat. Bij de moslimgemeenschap, ik acht mijn persoonlijke mening, ik heb natuurlijk geen sociologische cijfers hierover, maar ik denk anderen dat wel hebben, en dat bevestigt ook mijn indruk, is dat geloof ook toch vrij diep is, nog altijd, hier in Europa. Ik weet niet de percentage. Ik geloof ook dat er een groot deel is die... ondiep moslim is. Ja. Maar ik denk dat echt geloof in die zin van dogma. Ja, niet in de negatieve zin. Niet in de maar in het aannemen van dingen die eeuwenlang door bepaalde strekkingen dan binnen de islam worden geloofd en die ze ook interioriseren. Ja, ik denk dat het percentueel veel groter is bij de moslims in Europa dan bij de christenen, de culturele christenen erop. Nu, natuurlijk, vroeger, en dat kan heel snel veranderen, werd er gesproken van het oud-kastelsgeloof van Kasterlee. Hè? Dat is een gemeente in de buurt van Turnhout, die de reputatie had, dat was een rurale gemeente met landbouwers, met misschien een kleine groep mensen die gestudeerd hadden, maar niet zoveel. En dat was enorm diep geworteld, leek het, maar op twee generaties is het verdwenen. Dus in die zin denk ik dan, dat was dan misschien toch ook een diepte die een schijndiepte was voor een stuk. Ik sta soms ook te kijken van mensen die ik heb gekend als ze jonger waren en toen heel katholiek leken. En dan op 20, 30 jaar ook helemaal daarvan weggedreven zijn. Mm-hmm. Maar dat vind ik bij jou bijvoorbeeld niet aanwezig, omdat die fundamentele vraag gesteld wordt. En natuurlijk, officiële dingen die kerken of moskeeën voorschrijven, dat is natuurlijk een soort omkadering die voor een stuk ook voortvloeit uit de sociologische noodzaak om sommige dingen te institutionaliseren, maar die daarom niet veel waarheid te krachten. In mijn laatste boek heb ik zo beschreven, en sommige mensen waren in shock. Ik zei van...
islamitische rituelen zeggen mij niks. Mm-hmm. Ik heb geen enkele band met islamitische rituelen. Wel met christelijke rituelen. Nee. Maar ik heb niet veel band met het Nieuw Testament of de Bijbel. Ja. Wel een band met de Koran. Ja. Dus ik shop een beetje tussen de twee. Voor mij, de Koran komt bij mij heilig over als boek als ik die lees. Ja. Ik heb zo soms zo'n gevoel van, wow, dit is van ergens anders. Ik geloof dat niet. No? Daarom dat ik niet een gelovige moslim ben. Ik blijf denken, het is menselijk. Het is een poging van mensen om het absolute te begrijpen. Maar het heeft iets... Ik geloof niet in een openbaring hierin, maar ik geloof wel in een sterke inspiratie die daarin. Ja. Bij christelijke rituelen heb ik dat gevoel ook niet bij moslimrituelen. Nee. Islamitisch gebed of een moskee, zegt me helemaal niet. Maar als ik in een kerk kom, heb ik dat gevoel ook in de kerk. Ik ging ook vaak naar de kerk met mijn grootouder, grootvader. En toen had ik altijd dat gevoel ook van, dit is iets dat resoneert met dat... Ja, natuurlijk is dat... Ook de Bijbel is uiteraard is een bibliotheek om te beginnen, door mensen geschreven. Ook het Nieuw Testament, verschillende auteurs. Maar in die zin, dat is ook bijvoorbeeld bij christenen vandaag al minder geweten. Hè? Die denken dat de Bijbel een boek is zoals de memoires van Bill Clinton of zo. Hè? Dus, dat is een hele rare zaak. Ja. Maar in feite heel dat... In feite is bijvoorbeeld voor mij twijfel een onderdeel van geloof. Geloof zonder twijfel is eigenlijk weten. Mm-hmm. En ik zie bijvoorbeeld in de huidige... Dat is mooi gezegd, hè? En ik zie ook in de huidige verwerping in onze samenleving van het religieuze een verlies in plaats van een winst, omdat het eigenlijk betekent dat men ergens hoopt dat de wetenschap als concept in staat gaat zijn om de hele realiteit te vatten. En ik geloof dat niet. Dat is een soort defensieve reflex waarbij mensen absoluut controle willen hebben, wat ze ook op andere punten willen. Bijvoorbeeld als ze zeggen nul verkeersslachtoffers. Ja, dan moet je binnenblijven en zult je sterven door in je eigen huis van de trap te vallen, vroeg of laat. Hè. Dus zal dat wel. Maar is dat zo? Is er daar, als ik... over die relatie geloof en wetenschappen, is het niet andersom dan... Allee, er is een spiegelbeeld van elkaar, bijvoorbeeld. Dus je zei iets heel, heel mooi. En je zei van, geloof heeft twijfel nodig, anders is het geen geloof, is het weten. Ja. Dan is het weten is eigenlijk een soort wetenschappen. Dan stel je dat als soort wetenschappen. Mm-hmm. Maar dan is het niet bij wetenschap anders. Wetenschap is weten. Maar heeft ook een beetje geloof nodig ergens ook. Ja. Om niet dogma te worden. Heeft ook twijfel eigenlijk nodig ook ergens. Ja. Maar het is wel weten. De ene is... Ja. Ik weet niet, er is hier daar iets dat lijkt me op een spiegelband. Ja. Wat moet wetenschap hebben? Want we weten, wetenschap moet bewezen worden. Het is twijfel ook, want het is die falsifieerbaarheid van de wetenschap. Want dat is wat we ook hebben... ik heb altijd geleerd dat de wetenschappelijke methode is. Ja. Als iets niet te falsifieren is, dan is het niet wetenschappelijk. Absoluut. Dus er moet ergens ook de mogelijkheid van twijfel bestaan, ook voor wetenschap dan. Wel, op zijn minst moet de mogelijkheid er zijn dat je dingen blijft in vraag stellen. In die zin heb ik grote problemen met een figuur dat vandaag erg opkomt en dat wetenschappelijk lijkt, dat figuur. Dat is de zogenaamde expert. Die worden tegenwoordig over alles opgevoerd. Bijvoorbeeld een expert slaapproblemen of een expert financiële beleggingen in onroerend goed. Het kan dus alles zijn. Maar bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis doken ook die experten heel sterk op. Die experten waren wetenschappers. Maar wat die kwamen zeggen was eigenlijk... het ultieme woord. Die kwamen een afgesloten expertise brengen, ook op momenten dat ze het zelf niet wisten. Maar ze moesten dan de indruk geven dat ze een kant-en-klaar pakket expertise konden afleveren. De expert in de wetenschap brengt iets wat, laten we zeggen, de benepen theoloog in een dogma formuleert. Een beetje klerikaal eigenlijk. Namelijk het einde van de discussie. Terwijl, zowel voor geloof als voor wetenschap geldt dat in principe de discussie nooit ophoudt. En hoe slimmer de wetenschapper, hoe makkelijker hij ook zal beseffen dat hij hoe dan ook begrensd is in zijn kennis. Om te beginnen bestaat wetenschap bij de gratie van de reductie van de werkelijkheid. Anders kan het niet. Je kunt bijvoorbeeld
neem nu water. Hè? H2O is water, dat is een scheikundige formule. Maar natuurlijk, op het moment dat je zegt water is H2O, ga je één aspect van water benaderen. Niet bijvoorbeeld water als irrigatiesysteem voor veel mensen. Of water als symboliek bij een doopsel. En zo verder. Dus er zijn heel veel betekenissen van zelfs water. Zelfs een glas water is nooit H2O alleen. Want het is niet alleen hydrogeen. Absoluut. Je hebt ook allerlei mineralen erin. En allerlei, ja. Dus het is, maar natuurlijk, H2O, ja, dat heb je wel nodig om het in een scheikundige formule te zetten waarmee je tot resultaten kan komen. Dat is een reductie, zoals het is. Dat is een reductie. En de gedachte van de werkelijkheid die samenvalt met de wetenschap lijkt mij een uiterst gevaarlijke dogmatische gedachte. Ik heb daar toch een anekdote over die mij zeer dierbaar is. Namelijk een gesprek met meneer Anglaire, die net de Nobelprijs had gewonnen toen ik rector was van de KU Leuven. Hij was een prof van de ULB en die had mee het Higgs-deeltje ontdekt, samen met meneer Higgs. Maar het probleem van de andere was dat hij dood was en dus geen Nobelprijs meer kon ontvangen. Dus als je een Nobelprijs wil krijgen, blijven leven. Ja. Maar goed. En die man kwam dus ook over het universum spreken en een lezing in Leuven. Het was voor mij al een vermoeiende dag geweest in een volle grote aula de zomer en die lezing begon al maar om 8:00 en zo verder en die was dan gedaan om 9:45 of zo en dan moest ik nog gaan eten met die man met ook een aantal fysici die dus specialisten waren in astronomie, niet astrologie, maar dus in die astrofysici. Ja. En dan was er ook mijn vice-rector toen, exacte wetenschappen, Georges Gielen, die was een ingenieur. Dus ik ga naar een restaurant met een vijftal astrofysici, een ingenieur en Anglaire. En ik dacht, ja, er zijn nu twee mogelijkheden. Ofwel verveel ik mij hier dood en doof ik uit als een kaars. Ofwel begin ik onmiddellijk te provoceren. En ik dacht, ik ga dat dan maar doen. En ik begon met een eenvoudige vraag aan Anglaire. Ik moet altijd simpel beginnen. Die vraag was, denkt u dat we de raadselen van het universum ooit zullen ontsluieren? En hij zei nee. En George, de ingenieur, zei, ja, heeft dat dan te maken met het feit dat die dimensies niet te vatten zijn. Bijvoorbeeld, gisteren was er nog sprake van foto's en zo van planeten die miljoenen, zelfs miljarden lichtjaren van ons verwijderd zijn. Dat is allemaal zo onvoorstelbaar. Dat hele spel van tijd en ruimte, dat overstijgt volkomen ons bevattingsvermogen. Is het dat dan? Nee, zegt Anglaire. Ik denk dat het meer is dan dat. Ik denk dat de wijze waarop wij de dingen nu benaderen, ook astrofysica, wel klopt op dit moment. Maar dat we ergens zullen komen op een plek waarin de wijze waarop wij dat nu zien niet meer werkt. Dat er een knik in de curve komt en dat zelfs onze superwetenschappelijke manier van denken niet meer toepasbaar is op een werkelijkheid die het universum is. Ik vond dat fantastisch. Sommigen waren ontgoocheld. Het zal ons binnenkort niet aan rekenkracht ontbreken met de opkomst van de artificiële intelligentie. Ja. Hoe kunnen daar wat dingen aan het licht komen? Maar het is zo ver. En we zitten toch ook, we mogen toch niet vergeten, zelfs met die dingen zitten we altijd in een bepaald soort raster, hè, dat we nodig hebben om zo ver te geraken. Ik denk zelfs in geneeskunde bijvoorbeeld, hebben we het ook niet helemaal in de hand. Hè. Dus bijvoorbeeld een arts kan nooit een doodvonnis geven aan een patiënt. Hij kan wel zeggen, ja, u hebt waarschijnlijk nog, ik zeg maar 3 maanden, maar het kan ook anders uitpakken, dat het veel langer duurt. Dus een arts is niet degene die het doodvonnis kan uitspreken. Dus, en dat vind ik ook het mooie aan de wetenschap, dat er altijd een aantal onbeheersbare factoren zijn en ook een aantal dingen die we misschien niet zien, niet kennen. We kunnen ook maar van het universum een heel gering percentage waarnemen zelfs. Ja, er zijn zoveel mysteries die we... Je hebt op een bepaald moment... je vond het spijtig dat men nu niet existentiële, maar ontologische vragen stelt. Ja. Of niet
snakt eraan in filosofie, die wel een echte filosofie is, in de zin dat zoektocht naar kennis, maar dan kennis over, in de eerste plaats, ontologie, dus het bestaan, het zijn. Dus dat dat ontbreekt. En jouw anekdote over die, die dinner met astrofysici, doet mij eigenlijk denken aan iets dat ik de laatste tijd vaak opmerk, en dat de echte plaats waar dan een echte ontologische filosofie vandaag bestaat, zonder op een serieuze manier, zonder geconfronteerd te worden met dat neerbuigende kijk van sommigen, is bij astrophysics, waar dat men vooral bij quantum physics, waar dat je hebt van die professoren die beginnen te praten over wat betekent het, wat is het zijn, wat kan. Eigenlijk is het niet zo dat de wetenschap via astrophysics of via quantum physics nu een soort de cirkel is rond, in die zin van men ging naar experimentele wetenschap, reduceerde wetenschap tot een deel van het kennis. Ja. En dan door fysica en dan astrofysica kom je terug bij een soort eigenlijk ontologische filosofie. Ja. Ik denk het wel. Dat bestaat zeker. Dan zijn er mensen die dat terug aandurven. Hè? Dus omdat je terug in een andere dimensie zit en automatisch met heel veel onbekenden af te rekenen krijgt. Dus het gevoel van beheersbaarheid vermindert. En het is ook niet ten onrechte dat zo... Ja, waar ligt de grens bijvoorbeeld tussen fysica en metafysica? Want als je zegt meta, is het geen fysica meer. Maar dat is wellicht toch ook een grensgebied tussen beide. Het is toch geen paaltje waar staat, hier begint metafysica. Dus zoals een provinciegrens of zo, of het Brusselse hoofdstedelijk gewest dat men betreedt. Het is toch iets heel anders. Waar ook voor een stuk speculatie in zit. Met een andere astrofysicus heb ik bijvoorbeeld eens een gesprek gehad over zwarte gaten. En ik zei, hoe gaan jullie daarmee om dat allemaal te berekenen of daar toch speculaties over te maken. En zei, we gaan dan uit van de wetten van Kepler die ons hebben geholpen bij het zonnestelsel. En ik zei, en als dat nu niet klopt? En hij antwoordde daar iets prachtig op. Hij zei, dan zoeken we iets anders. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel slim, vind ik, dat je eigenlijk ook met het échec van een theorie rekening houdt. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als twijfel in het geloof, of zelfs ongeloof in het geloof. Ik vind het een heel mooi punt ook. Enfin, het is crazy, niemand gaat daar in Vlaanderen over spreken. Maar bijvoorbeeld Theresia van Lisieux was een vrouw uit het einde van de 19e eeuw, een heel pietistische tijd, ziekelijke dame die in het klooster ging en dan ook aan TBC of zo overleden is, zoals in die tijd vaak gebeurde. En die was super vroom, kwam uit een burgerlijke gezin waarin iedereen dat was. Maar op het einde van haar leven werd ze overmand door heel grote geloofstwijfels. Geloofde ze eigenlijk niet meer in het hiernamaals en niet meer in God, maar zij droeg haar ongeloof aan hem op. En dat is ook de kortsluiting van zo'n systeem, de eindigheid, waar het onzegbare en de contradictie plotseling een grotere waarheid bevat. En dat heb je ook in andere godsdiensten. Bijvoorbeeld is er een verhaal van een aantal Joden die in Auschwitz zitten. En ze zijn kwaad op God. Heel kwaad. En ze zeggen, we gaan hier God ter verantwoording roepen en er wordt een proces aangedaan aan God en zeggen, ja, hoe kan dat? Wij hier zitten en zo. En uiteindelijk wordt God veroordeeld voor zijn wandaden. En na het proces bidden ze tot God. En dat vind ik fantastische dingen. Daar zit zo het ultieme in, het onzegbare, de onmogelijkheid ook, hè, om op een manier die, zoals wij dat zouden zeggen, die consequent is. Hè? Zoals dat van, je moet consequent zijn, dat is ook zo kleinburgerlijk. Stel dat je altijd consequent bent, dan kun je met niemand samenleven. Hè? Maar, dus de consequentie ook van een systeem botst op zijn eindigheid in die twee voorbeelden. Hè? Dus dan zeg je, ja, hier is iets dat we niet meer kunnen laten passen binnen een proces tegen God of binnen een soort overtuiging van ongeloof die je opdraagt
aan degene in wie je niet gelooft. Ik vind dat ongelooflijke dingen om over na te denken. En die eindig jij dat? Dus die cyclische visie ook, wat je ook zei over de maatschappij, ergens een beetje, en over ons leven, doet me ook denken, om te blijven bij hetzelfde thema een beetje. Dus Nietzsche had het over de eeuwig terugkeer. En natuurlijk, veel mensen zeggen van, ja, kijk, Nietzsche had het zeker niet over cosmologie daar. Maar hij, dat was een metafoor. Maar er zijn ook andere meningen, want Nietzsche is ook zo'n thema, die een beetje zoals geloof is, of zoals een bepaalde religie waar je meerdere stromingen hebt, en zelfs die mensen die hem interpreteren. Maar er zijn veel Nietzsche-kenners die zeggen van, ja, jawel, dat was ook een vorm van cosmologie bij Nietzsche. Dus de eeuwig terugkeren, niet enkel. En hij baseert zich, dus Nietzsche zou zich baseren op een andere, een Amerikaanse, en Emerson, een Amerikaanse schrijver, die bepaalde, in een van zijn romans of novellen, heeft gerefereerd naar zijn eeuwige liefde die gestorven is. En, maar dat hij dan wenste dat alles zich gaat herhalen, zodat ze opnieuw gaan bestaan, zodat hun liefde verder leeft. Ja. Maar dan niet dat idee van waar het zou geïnspireerd hebben. Maar goed, long story short. Dus onlangs zag ik een podcast van Lex Friedman met John Rhys, denk ik. Een astrofysicus, een Britse meneer. Echt mind-blowing, die gast was. Ja, pure filosofie aan het vertellen, maar vanuit fysica. Ja. En op een bepaald moment, hij zei van, er zijn nieuwe gegevens nu dat de heelal verder, aan het versnellen is. Denkt, dus in plaats, tot nu toe hebben we altijd gedacht van, de heelal is nu, hij gaat op een bepaald moment stoppen en dan terug schrinken, krimpen. Maar naar het schijnt, dat het heelal is aan het versnellen en, en de expansie. Wat betekent eigenlijk dat? Dat is tegen alle wetten van de fysica en ook tegelijkertijd dat het oneindig is. En dan zegt Lex Friedman aan die Mr. Rhys, maar wat betekent dat? Wat zou dat voor ons betekenen? Hij zei, als dat klopt, en volgens alle berekeningen van quantum physics tot nu toe en astrofysica klopt het wel, dat betekent de eeuwige herhaling van alle meetbaarheden. En alle variabels. En hij zegt, wat betekent dat? Hij zegt, ja, om dat simpel te zeggen, er zijn nu waarschijnlijk op hetzelfde moment dan mensen zoals, identiek zoals mij en u, dit gesprek aan het voeren in een andere dimensie dan, in een andere op een andere. Dus als alle variabels opnieuw, dat de mogelijke dat herhaald, combinaties van atomen, allee, dat is voor mij religie ook. Hè? Allee, als je zo ver bent in dat debat, en daarom dat ik vind echt dat nu quantum physics en astrophysics terug die register aan het openen zijn van ontologie, van cosmologie. Ja. En ik vind dat persoonlijk een positieve zaak. Maar is het niet zo dat het vandaag, dat we nog vandaag zitten met, hoe zijn mensen fronsen nog altijd op, terwijl dat het wel wetenschappelijk is aan het worden, maar de wetenschap neigt een beetje niet mee te gaan in haar populaire vorm. In de populaire vorm, de wetenschap is eigenlijk simplistisch. Is van, nee, dat is allemaal flauwekul. Er is niets. Hè. Er is alleen maar de materie. En er is geen andere mogelijkheden. Dus terwijl dat de wetenschap eigenlijk op het hoogste niveau een beetje meer open-minded is dan dat. Dat denk ik zeker. Op haar betere momenten is ze dat. Ik denk bijvoorbeeld aan het boek van Andrea Wolf dat veel succes heeft over Jena rond 1800. Dus net ervoor, net erna, met een concentratie van allemaal top filosofen en dichters, Goethe en Schiller, maar ook Schlegel, Hölderlin als... Hölderlin niet, ik bedoel Novalis, niet Hölderlin, Novalis en zo verder, als eerder romantisch dichter. Eigen aan die rijke periode was dat er enerzijds heel veel ruimte was voor reden en anderzijds toch ook voor romantiek. En ik vind dat een heel mooie zaak. Waarom zou het een en het andere uitsluiten? Hè? Zoals bijvoorbeeld ook Georges Lemaître, de bekende astrofysicus, hè? Die ook Einstein goed kende en die tegelijk priester was. Die zei, er zijn twee wegen om tot de waarheid te komen. Ik heb besloten ze allebei te bewandelen. En ergens, het feit dat er twee wegen zijn, betekent dat ze ook op elkaar lijken door het pure feit van weg te zijn. Hè? Van een weg te zijn. Ik vind dat fantastische dingen. En dat fascineert mij meer dan het simplisme. Ik heb een ongelooflijke hekel
aan de reductie van de filosofie tot vragen die zogezegd te beantwoorden zijn. Dat is een afschuwelijke verschraling. Vandaar ook mijn gebrek aan liefde voor de politieke filosofie. Die is voor mij te simpel. En ik heb wat dat betreft ook een ervaring gehad bij een congres van begrafenisondernemers waar ik moest optreden. Dat is interessant. Ja, ik word voor de gekste dingen gevraagd. Ik zal u daar ook aanbevelen. En, want dat is op zich, een van de belangrijke punten is dat die blijkbaar nog een vereniging hebben waarin Vlamingen en Franstaligen samen zitten. Dat zijn ja, in de iedereen dood. Iedereen is in de dood. En die hebben ook de reputatie om enorm... L'union. Voilà. Ja, voilà, dat klopt. Hoe langer hoe meer voor België. Maar wat je daar natuurlijk ook had... Begrafenisondernemers kunnen ook enorm feesten, bijvoorbeeld. Wat ik heel goed begrijp, gezien hun confrontatie met de dood. En daar was ook een filosoof uitgenodigd. En ik zal uit beleefdheid haar naam niet vermelden. Al heb ik haar nu al een geslacht toe of een gender toegekend. Maar die moest eigenlijk ook over de zin van leven en dood spreken. En op een gegeven moment, die begon te praten en die zei... Ja, in ons vak wordt die vraag niet meer gesteld. Onder invloed eigenlijk van de Anglo-Saxische filosofie, die erg empirisch is, zei ze, ja, of het leven zin heeft of niet, is een non-issue. Wat wel belangrijk is, is deze vraag, moeten wij bang zijn voor de dood? En die begrafenisondernemers zeiden, ja, maar wij vinden die andere vraag wel interessant, over de echte zin van het leven. En toen dacht ik, hier wordt toch op puur filosofisch vlak de filosoof overklast door de begrafenisondernemer die vraag niet ontvlucht, wetend misschien dat ze onbeantwoordbaar is. En of het nu rationeel is om bang te zijn voor de dood of niet, het antwoord zal doorgaans zijn, het is goed om niet bang te zijn. Wat misschien de ultieme angstkreet is. In de vraag zit de angst. In de vraag moet je bang zijn. En de reductie van de fundamentele vraag tot een praktische vraag... Daarin giert de angst van de mens die niet diep wil gaan over zijn ultieme loodsbestemming. In de vraag staat het échec. En als het antwoord dan is, je moet niet bang zijn, ja, ontkent je eigenlijk bijna de vraag die je uit angst stelt. Ik vond dat super interessant. Ik heb daar dus lang over nagedacht. Ik had dat niet verwacht. Dat is echt een bron om na te denken geweest. Maar dus dat vind ik super interessante vragen en ik mis dat soms enorm. Dus, nu, in deze podcast, een van onze, toen dat ik samen met dus Ian en Robbe de podcast zat te brainstormen, een van de thema's dat we wilden proberen te bewandelen, zijn deze thema's. Ja. Wat je hier eigenlijk aan het bespreken zijn, gewoon de echte vragen, de diepgaande vragen, de metafysische vragen. Dus niet alleen maatschappelijk, zeer belangrijk maatschappelijk natuurlijk, maar... En inderdaad, we merken dat het geen gemakkelijke opdracht is, omdat mensen vermijden, zelfs wanneer dat ze interessante meningen hebben daarover, ze vermijden die mening te uiten uit dan... We komen misschien terug bij dat eerste deel van ons gesprek. Er is ergens een angst omdat als je begeeft op dat terrein, om ofwel bekeken te worden als iemand die te intellectualistisch is of snobistisch is, intellectueel, of dan misschien te worden beschuldigd, God forbid, van geloof. En van... en mensen lijken daar rekening mee te houden. Maar ik heb gemerkt altijd in jouw interviews en ik mag je tutoyeren. Dat doen we anders toch ook. Het is te laat. Maar je profileert jezelf. Je geeft altijd aan dat je gelovig bent, dat je katholiek bent. Ja. Dat je, ik weet dat waarschijnlijk... Niet dat het op een vrij genuanceerde en vrij diepgaande manier is, maar dat maakt het nog interessanter. Dat je, is dat nooit een... hoe heb je dat ervaren? Natuurlijk is dat misschien te verwachten bij jou toen dat in de KUL als katholieke universiteit, daar is dat misschien wat minder controversieel. Maar is dat in Vlaanderen breed bekeken... hoe ervaar je dat? Wel, in de katholieke universiteit is niet veel katholiek meer te vinden, hè, eerlijk gezegd. En je hebt zelfs de ergste tegenstanders bijna van de katholieke traditie
aan de KU Leuven meer dan dat je dat in sommige andere universiteiten hebt als reactie. Hè? Maar ik denk dat dat normaal is. Als je eerst in zo'n systeem zit, daarna wil je je bevrijding vieren. Hè? Dat is een soort carnaval of zo. Hè? Dus dat de ventielzeden kunnen dan weer vanaf spatten. Maar vroeger, toen ik begon als kerkjurist, sprak ik zelden over mijn eigen geloof, omdat dat... toen, zogezegd, zij het in de ondiepe versie overal aanwezig was. Maar nu het eigenlijk iets geworden is dat bijna een provocatie is, begin ik het interessanter te vinden om daarover te spreken. En dan voel ik ook wel dat dat toch sommige mensen plezier doet, anderen ook niet. Hè? Sommigen stellen bijvoorbeeld op Twitter vast dat ik helemaal achterlijk ben als ik daarover praat. En ik ben wel achterlijk, maar ik denk niet om die reden. Dus ik vind dat hoe dan ook iets... het feit dat je zegt, we praten daar niet meer over, vind ik op zich ook heel, heel vreemd. Als je boos wordt omdat je die vraag stelt over geloof, betekent dat wellicht dat je iets hebt geraakt dat de anderen oncomfortabel maakt. Hè? Je gaat nooit boos worden. Als ik nu bijvoorbeeld zou zeggen, ik geloof in het bestaan van eenhoorns in Wallonië. En die lopen daar rond. En dan gaan de mensen niet lachen. In Wallonië is alles mogelijk. Hè? Alles is mogelijk. En die eenhoorns leven op kosten van de staat en zo. Hè? Als we dan de clichés... Door de transfers. Ja, ja. Ja. Maar dan gaat iedereen wel zeggen, ja, dat is gewoon onnozel. Maar niemand gaat boos worden. Dus het feit dat iemand boos wordt over een bepaalde gedachte, betekent dat het ergens iets raakt. Is dat specifiek geladenheid tegenover de katholieke kerk? Of is het een algemene antireligieuze houding? Of hoe plaats je dat? Ik denk dat het dubbel is. Er is ten eerste natuurlijk het gevoel van revanche tegenover de katholieke kerk, die veel te machtig was en het leven van veel mensen moeilijk heeft gemaakt. En dan kun je eigenlijk zeggen, ja, je kunt een theorie ontwikkelen van het uitgesteld leed. Hè? De moeilijkheden die bijvoorbeeld de grootouders van mensen van nu hebben ondervonden met het instituut en het feit dat ze in de pas moesten lopen en blijkbaar ook veel kinderen moesten hebben en zo verder. Een hoop echt morele regels. Al die zaken doen nu nog pijn en wanneer die macht dan verdampt, bestaat de neiging om voor een stuk revanche te nemen. Ik denk dat dat een heel normale zaak is. En dat heeft te maken specifiek met de katholieke kerk. En je voelt dat dat ook internationaal vooral speelt in landen waar de katholieke kerk heel dominant was. Ierland, Quebec in Canada, Polen en zo verder. Dus dat is denk ik een eerste verschijnsel. Maar een tweede verschijnsel, en dat zit toch wel dieper, is dat antireligieuze. En dat heeft volgens mij te maken met een soort... angst voor het ongrijpbare en voor de twijfel en voor iets dat niet onder controle is, waarbij men een beroep doet op de schijnbare zekerheid van de wetenschap, waardoor alles wel in orde komt. Tot in het absurde toe. Hè. Bijvoorbeeld inderdaad zoveel voorzorgen nemen dat je bijvoorbeeld zo gezond leeft dat je eigenlijk niet kunt sterven. Maar je sterft dan toch. Hè. Maar eigenlijk kan het bijna niet meer als je alles volgens de regels doet. En dat heeft, denk ik, meer te maken met een fundamentele levensangst en het afsluiten van bepaalde ervaringen van het mens zijn om te kiezen voor zekerheid, zoals je dat ook kan doen in je privéleven. Hè. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik kies voor een baan waar ik levenslang kan werken. De NMBS bijvoorbeeld waarschijnlijk. En ik blijf daar tot ik met pensioen ga. En dat is een keuze, maar je kunt ook meer risico nemen. En ik zie dat meer risico nemen ook die diepere vragen durven stellen, in plaats van ze een beetje cynisch weg te lachen. Hè? Fluiten in het donker is dat voor een stuk. Is er geen paradox daar? Want religie beweert of ambieert of doet ook, geeft mensen troost, geeft mensen ook antwoorden tegenover hun angsten, ook existentiële angsten tegenover wat de doden, wat erna komt, het eeuwig leven of zo, het paradijs als idee, het paradijs. Religie geeft eigenlijk troost en geeft ook antwoorden. Het zorgt ook voor een soort van samenhorigheid. Ook. En de vraag is, als mensen religie weigeren omdat ze angsten willen vermijden, dan zoeken ze troost dan bij de wetenschap. Ja.
En kan maar wetenschap vertelt aan de mensen, allee, geeft de mensen geen hoop bij eeuwig leven. Nee. Dus in die zin kunnen ze niet, hoe vinden ze troost in de wetenschap? Of zijn de mensen gewoon troosteloos geworden? En is er een leegte daar? En, wel, iets wat ik weinig durf te zeggen, maar ik ga hier maar zo vrij mogelijk spreken en soms zeg ik het toch. Hè. Ik denk dat er bijvoorbeeld een verband is tussen de vele vormen van psychisch lijden die er vandaag zijn en de moeizame geestelijke gezondheid van veel mensen in de fleur van hun leven, bijvoorbeeld dertigers die het helemaal niet meer zien zitten en zo, dat er een verband bestaat tussen dat geestelijk lijden en het gebrek aan een breder of dieper perspectief over de dingen. Dus ik denk dat de afwezigheid van de dubbelzinnige hoop en de speciale vormen van kracht die een religie geeft, dat die volledige afwezigheid daarvan mee bijdraagt tot een naar binnen gekeerde blik, waarbij je jezelf heel erg als norm moet nemen. Mensen die bijvoorbeeld zeggen, ik geloof in mezelf. Probeer dat maar eens te doen als je ongeschoren voor een spiegel staat in pyjama op een morgen na een slechte nacht. Moet je daar dan in geloven? Dus in feite wordt dat een heel op jezelf gecentreerde visie die je dan krijgt en die denk ik ook ergens spaak loopt. Ik geloof veel meer in de blik naar buiten, in het geestesverruimende, wat je in spiritualiteit hebt, in liefde voor kunst kan dat zitten, in humor, dat verbreedt ook het vlak, hè, dus, en helpt ook jezelf te relativeren. Wat is er mooier dan het besef dat je op deze aarde een passant bent? Dat is het zelfrelativeren van humor. Maar dat er misschien daarna nog iets anders komt dat minder relatief is, dat je daarom niet altijd in beeld brengt. Dat is toch iets wat een kracht kan geven aan een leven. En om nu terug iets te zeggen van Jean-Luc Marion, die filosoof, die zegt bijvoorbeeld, het hiernamaals begint nu. Maar hij zegt niet, het eindigt met dit leven. Dus sommige mensen zullen zeggen, het hiernumaals in plaats van het hiernamaals, you only live once. Ik zeg dan vaak, ik ga dat later in die naam alsmaar uitleggen. Maar goed, hè? Maar het idee van een hiernamaals, een eeuwig leven dat hier begint, maar misschien wel oneindig doorgaat met alle, we weten niet hoe, vind ik wel iets interessanter dan bijvoorbeeld zeggen, we leven maar één keer en we moeten daar alles uithalen. Dat is enorm stresserend. Op een snelle tempo. Ja, je moet volledig scoren. En dan, ja, als dat dan niet helemaal is en de partner valt wat tegen en de kinderen hebben de vreselijkste ziektes, hoogbegaafdheid bijvoorbeeld, hè. Ja, dan zit je daar. Dus in feite heb je geen ruimte, geen buffer voor de wederwaardigheden van het onvolmaakte leven. Je wordt daar frontaal mee geconfronteerd, zonder ruimte om erover te reflecteren. Dat is een probleem, denk ik. Mm-hmm. Dat is het thema dat je eigenlijk... Je hebt daarover gezongen, hè? Die existentiële vraagstukken en ook dat, die leegte en die... Ja, precies, dat is mijn point. Als het hem gaat over dingen als het hiernamaals, wat er nog zal zijn, zal komen. Maar ja, ik denk... Hoe ervaar je dat vanuit die zingeving? Is er een alternatief voor religie? Of kan men zingeving anders inkleden of invullen? Vanuit mijn eigen perspectief kan ik zeggen dat een vaste structuur zorgt voor zingeving in die zin dat het ouderschap nu voor mij een goede houvast is. Dus dat is een aanrader. Maar los daarvan is, wat ik daarnet zei, die samenhorigheid en een soort van structuur, een soort van membraan rond je heen, is dat iets waarvan ik merk dat dat wel wat verloren is gegaan. Dus dat is iets waar wij alle nood aan hebben. Religie kan die functie invullen, maar veel mensen gaan dan op zoek naar hun eigen versie van spiritualiteit. Daar gaan uiteraard ook twijfels mee gepaard, dus dan maakt het heel moeilijk om daarover te spreken, omdat je de ene dag is de andere niet. En wat je de ene dag denkt te geloven, geloof je misschien de dag nadien niet meer.
Dus soms blijft het ook abstract. Dat is wel, een zoektocht. Ja, ik vind dat wel iets moois, want ik denk nog altijd... Enfin, ik weet niet, maar ik kan daarna nog een vraag stellen. Maar inderdaad, de lijn van geloof en ongeloof niet tussen mensen loopt, maar in de mens. En je gelooft niet elke dag evenveel of hetzelfde. Weten wij wel van onszelf hoeveel wij geloven? En dat zijn allemaal... Dus ook als jij erover praat, ja, daar zitten allemaal concepten in die absoluut met geloof te maken hebben. Elke keer dat ik de vliegtuig pak, dan bid ik. Ja. Soms bid ik islamitisch gebed, soms bid ik christelijk gebed. Het klapt allemaal door elkaar voor elkaar. En tot nog toe heeft het altijd gewerkt, dat komt er nog bij. Tot nu toe. Maar dat vraag ik mij ook af, bijvoorbeeld eeuwig leven. Hè? Is dat iets waar je soms over nadenkt? Houdt je dat soms bezig? Niet in die zin het letterlijk eeuwige leven van het individu, die enkele mens zoals ik hier nu zit, maar het idee van alles is energie. Energie vergaat niet, energie transformeert. In essentie zijn wij allemaal hetzelfde. Dus het bewustzijn, het bewustzijn gaat door. En men zou kunnen zeggen dat als je het individu uit mij haalt, dat ik bewustzijn ben en bewustzijn zal nog aanwezig zijn. Ja. Na mijn dood als individu. Dus dan ben ik daar ook een beetje. Ik vind dat wel belangrijk om daar zo over na te denken. Ja, met die energie, dus dat is zo wat de wetten van Lavoisier, die zelf niet gelovig was, maar rien ne se perd, rien ne se crée. Dat is zo die... inderdaad die energie blijft ronddraaien. Nu, wat vind je bijvoorbeeld, of jullie, van een uitspraak van Thomas Halik, dat is een Tsjech, die eigenlijk priester geworden is ten tijde van het communisme. Hij woonde in hetzelfde huis met zijn moeder, maar zijn moeder wist niet dat hij priester was. Dus zo... Dus echt zo wat in het geheim. Hij is nog steeds priester, een van de meest vooraanstaande theologen nu. En die hangt een soort negatieve eschatologie aan. En dat betekent dat hij gelooft in een vorm van eeuwig leven. Dat hij geen enkel idee heeft hoe het er gaat uitzien. Maar dat het aan de andere kant prachtiger, mooier gaat zijn dan we ons kunnen voorstellen. Vinden jullie dat naïef? Ik vind dat niet negatief om te beginnen. Ja, maar negatief, ja. Maar door negatief bedoelt hij dat hij geen positieve beschrijving geeft. Van zo is het, zoals zo ook. Negatieve theologie gaat ook uit van het onwetende. Hè? Dus het negatieve betekent een omschrijving waardoor je er geen geeft. En ergens een verwachting uitspreekt die je niet probeert in te vullen, maar waar je toch in gelooft of op hoopt. Ja. Dat is... Voor mij is een deal, ik zal direct tekenen. Dat is goed. Ja, maar ik denk zo, dat verder bestaan, hè? Dat is natuurlijk een element dat mens bezighoudt. En ik denk dat geen enkele mensen beweren, ze worden soms macho's zijn, zeggen van, ik denk nooit daaraan. Nee. Iedereen denkt daaraan, elke individu. Vanaf het moment dat men bewust wordt van de dood als onvermijdelijk, hè? Ja. Dan is men ook bezig met die vraagstuk op een of andere manier. En nu het verder bestaan, wat jij hier zei, Ian, over bewustzijn die verder bestaat. Voor mij, mijn eigen poging tot spiritualiteit, ik geloof in de soort, hè, en ik geloof in onze menselijke soort. Vanuit die bewustzijnsperspectieven, dan... En een worst case scenario, dat er niets is behalve wat we kennen. Hè? We kennen niet alles, hè, maar nee, niets is buiten, buiten het heelal. Dan is dat een enorm mirakel dat we bestaan, om te beginnen. Ja. En dan zijn wij het divine, hè? Door het feit dat wij eigenlijk de materie zijn die meer dan materie is geworden. Dat wij eigenlijk de bewustzijn... We zijn het universum, het heelal, die bewust wordt van zichzelf. Ja. En eigenlijk is dan het verhaal van Jezus Christus een soort metafoor voor ons verhaal. Wij zijn eigenlijk Jezus Christus van deze heelal, van het heelal. Omdat we dan belichaamd worden. Wij zijn materie.
Maar we zijn meer dan materie ook. We zijn binaire. Ons bewustzijn is meer dan materie. En het blijft bestaan. En ik zeg niet dat het zo is, maar dat is voor mij een spirituele... Ja. Dat is niet een materialistische, dat is een spirituele bekijk op de zo. Ik geloof wel... Ik weet niet of er iets ons heeft gemaakt of wij een emanentie zijn van een bepaalde power van het leven. Het leven is eigenlijk dat krachten, de energie van het leven. Dat is ook een mysterie, wat de wetenschap niet kan verklaren, nog altijd. Wat leven, hoe ontstaat leven? Ja, waarom is er waarom, iets en niet niets? Ja. En dat soort vragen, inderdaad. Maar dus dat blijft, voor mij, dat, ik geloof daarin. Ik geloof dat eigenlijk moet beschermd worden. Mm-hmm. Dat de menselijke soort moet beschermd worden. Dat wij, dat onze productie, intellectuele productie, ook moet beschermd worden. En dat geeft mij troost ergens. In de zin van, mijn bestaan is een onderdeel van een geheel. Mm-hmm. Ik sta niet voor mezelf. Ik besta als onderdeel van een missie. Dat de menselijkheid is. En dat geeft mij zin in mijn leven voor een deel. Ja, dat is concreter dan bij Halik. Want ik ben zelf daar... Ik weet, want natuurlijk, wij kunnen bijvoorbeeld niet anders denken dan in tijd en ruimte. En op het moment dat we dat niveau verlaten, kunnen we eigenlijk niet meer denken. Dus dan ontbreken onze instrumenten. Ik had daar met Etienne Vermeer soms discussies over. Als hij redeneerde uiteraard, wanneer hij besloot atheïst te worden, wat hij niet altijd even duidelijk zei, dan was dat natuurlijk omdat je een hiernamaals bijvoorbeeld voorstelt dat van die concepten tijd en ruimte uitgaat. Hè? Dus dat het eeuwig duurt en dat het ergens is. En zelfs als je dat niet expliciet zegt, kun je moeilijk anders denken. Ik vond Etienne de beste atheïst, zo gezegd, wanneer hij het niet was. Want ik heb ooit met hem ook debatten gehad waarin hij zei... ik zeg niet dat God niet bestaat, maar geen enkele God zoals hij beschreven wordt, is God. En dat vind ik juist. Je kunt niet zeggen dat Ahura Mazda in Perzië of Allah of de God van het Oude Testament, dat die de monopolie van het God zijn heeft. Want op het moment dat je een definitie hebt van God, mag je zeker zijn dat hij dat niet is. Want hij laat zich niet opsluiten door een menselijke definitie. En dus een God die helemaal onder controle staat van de mensen, ja, die zit in een soort... menselijk concentratiekamp van de geest en is geen God meer, verliest zijn transcendente karakter. Mm-hmm. Dus in die zin had ik wel sympathie voor bepaalde interpretaties van Etienne wanneer hij die weg opging. Mm-hmm. Oké, als we op zoek gaan naar we zitten in een spirituele crisis, hè, denk ik. Mijn woorden natuurlijk. Mm-hmm. Ik leg geen woorden in jullie monden, maar ik denk dat we in een spirituele crisis zitten. De verlichting, iets die mij dierbaar is, heeft de mens geëmancipeerd als individu, heeft ook een mooie politiek systeem gecreëerd, de liberale democratie. Op politiek vlak, in mijn ogen, is de verlichting een succes tot nu toe geworden. Er is nog natuurlijk veel werk aan de winkel, maar in Europa, in het Westen, is de verlichting succesvol geweest. Mm-hmm. Als het gaat om de politieke dimensie. Maar ik ben het met je eens, Rick, als je zegt... Politiek filosofie is eigenlijk... Als je filosofie reduceert tot politiek filosofie... Dat is dan armoede. Dat is dan een verarming. En daar heeft de verlichting voor gezorgd... dat filosofie eigenlijk werd gereduceerd tot politiek filosofie... en tot een soort surrogaat van de wetenschap... een soort sidekick van de wetenschap... die niet zo ver mag gaan... dan de wetenschap. En dat is dan een verarming van de verlichting. Daarin volg ik de romantiek. Ik ben eerder voor de romantiek daarin. Ja. En niet voor de... Dus ik ben een verlichtingsfundamentalist als het gaat over het politiek systeem. Ja. Maar ik ben niet voor de verlichting als het gaat over de filosofie. Ik ben eerder voor een bredere kijk. En daarin wil ik gewoon... Alleen, mijn vraag is... Nietzsche heeft gezegd... God is dood... En hij was dat niet aan het vieren. Hij vond dat slecht. Hè? Dus veel mensen denken, Nietzsche was dat aan het vieren. Maar eigenlijk, ik vond dat erg. Dat hij vond dat een soort symptoom van de verlichting, van de moderniteit, die negatief is voor hem. Mm-hmm. En dan kwamen we in een einde van de tijden eigenlijk, met de laatste mensen. Mm-hmm. En wat de laatste mens voor Nietzsche was, door iemand die zonder spiritualiteit, een diepgang, een moraliteit, een waarden is. En hij pleitte voor...
eigenlijk zijn notie om een nieuwe mens te gaan creëren, die zelf een soort spiritualiteit kan genereren. Dat is wat hij de Übermensch of de Superman. En dat wordt natuurlijk door extreem rechts anders geïnterpreteerd, maar ook door extreem links anders. Ja. Want beide vleugels, extreem rechts en extreem links, inspireren zichzelf vaak op Nietzsche. Is er een mogelijkheid, bestaat er een mogelijkheid voor... is er nu... Die vraag is ook aan jullie beiden eigenlijk. Want ik stel me vraag, is er nu bij de jongere generatie... En ik kijk naar u, Ian, want je bent jonger dan mij. Ik weet niet als je jonger bent dan Rick, maar je bent zeker... Nee, dat moet nog uitgezocht worden. Maar je bent zeker jonger dan mij. Is er een ontwaking van spiritualiteit of een zoektocht naar spiritualiteit bij uw generatie of de generatie jonger? En is er, en dat is mijn vraag aan Urik, is er een mogelijkheid voor een antwoord, voor troost, die niet noodzakelijk afhankelijk is van bijvoorbeeld de kerk of islamitisch geloof of het jodendom? Mm-hmm. Ja, ik denk het wel. Je had het daarnet voordat we begonnen, had het over je leerlingen en hun beleving. Ik denk dat iedereen, zelfs al wie zichzelf atheïst noemt, als hij eerlijk is tegenover zichzelf, dat iedereen wel een beetje ergens een twijfel heeft, dat iedereen ergens wel op zoek gaat naar antwoorden. Dus ik denk dat dat wel leeft. Het is gewoon niet zo gestructureerd. Volgens mij heb je al echt goede vriendschappen nodig. Om daar open en eerlijk over te spreken met elkaar. Je doet dat niet. In de uitgang ga je niet over jouw relatie met God / het bovennatuurlijk. Is dat zo'n taboe? Spreken. Een taboe zou ik dan niet noemen. Maar het is alsof dat inderdaad... Gevoelig thema. Nee, eerder op de achtergrond gekomen is. Ik weet het niet. Het lijkt op de lijst van prioriteiten staat het niet meer bovenaan. Misschien dat ik het zo kan uitdrukken. Kan er dus in het Westen ontwaking komen van een bepaalde vorm van spiritualiteit en hoe gaat dat dan zich verhouden naar religie? In het Westen, ik heb het over het Westen. Ja. Ik zou daar willen starten met de verlichting die volgens mij... soms verkeerd wordt geïnterpreteerd en wordt doorgetrokken tot een soort van licht dat duisternis brengt. Daarmee bedoel ik, moet verlichting leiden tot spots die ongelooflijk veel licht geven of tot genadeloze neonlampen? Of is het een vorm van verlichting in het open denken zonder dat dat denken zelf een religieuze status krijgt? En... Want je had het daarnet over Nietzsche, daar kun je inderdaad zeggen, op den duur valt God helemaal weg. Maar als je nu denkt aan een aantal echt grote verlichtingsdenkers die ik zelf apprecieer, en dan bedoel ik niet Jean-Jacques Rousseau, waar ik een hekel aan heb wegens het feit dat op de duur het individu moet sneuvelen voor zijn concept van vrijheid. Ik vind dat afschuwelijk. Maar ik heb heel veel sympathie voor Benjamin Constant bijvoorbeeld. Een totaal liberale denker, die ook trouwens zijn invloed heeft gehad op de liberale ideeën die aan de Belgische grondwet ten grondslag lagen. En die had tegelijkertijd ook een absolute plaats ingeruimd voor religie. Die vond dat absoluut niet contradictorisch. Een zeer vrijheidsgericht beeld. Veel vrijer dan bijvoorbeeld ten tijde van de Romeinen, waar mensen bijvoorbeeld wel vrij waren om voor hun land te vechten, maar niet persoonlijk de individuele vrijheden genoten die Constant heel belangrijk vond. En toch kon hij dat combineren met religie. Het is pas wanneer er een soort rationeel concept bestaat dat alles overrompelt en het menselijke in zijn geheel wil integreren, dat er een probleem zou bestaan voor spiritualiteit en religie. Nu denk ik inderdaad, is het mogelijk om tot vormen van spiritualiteit te komen buiten religie. Maar ik denk dat de meeste dingen al ergens in een religie zijn gebeurd. Dat kan ook in het Taoïsme zijn, in een boeddhistische traditie.
maar ook in het christendom, in de islam. En je hebt in alle mogelijke godsdiensten of religieuze tradities ook, en dat wordt vaak vergeten, een ongelooflijk pluralisme. Bij de islam is dat in zekere zin duidelijker dan in de katholieke kerk, omdat daar die verschillende stromingen al elkaar ook bekampen en zo. Maar ook in het christendom is het uiteengevallen. Maar zelfs als je nu kijkt naar de katholieke traditie, daar heb je mensen die bijvoorbeeld echt mystici zijn. En die dat spoor gaan. Anderen gaan misschien meer in het sociaal engagement hun weg zoeken en dat spiritueel ook kleuren. Dus in feite heb je ook al de kloosterorden bijvoorbeeld binnen de katholieke kerk legden allemaal hun eigen accenten. Dus in feite kun je zeker ook die weg zoeken buiten de traditie. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat de traditie zelf ongelooflijk veel ruimte biedt, een ongelooflijke catalogus biedt aan ervaringen om kennis mee te maken. Maar we zitten natuurlijk wel in een, zeker bij moslims gaat dat minder zijn, maar bij katholieken is het toch wel een soort, we zitten in een soort religieus analfabetisme soms. Hè? Dus dat mensen eigenlijk heel weinig nog weten van die eigen traditie en dikwijls die reduceren tot uitspattingen zoals de inquisitie, de kruistochten, die dan ook nog monolithisch allemaal worden bekeken. Maar al die spirituele tradities worden niet meer verkend. En wat is de invloed dan van de institutie, de kerk als institutie in deze, zeg maar, spirituele crisis of geloofscrisis? Is het alleen, kan het beter georganiseerd worden? Want als je kijkt, bij de protestanten heb je dan een andere dynamiek. Ja. Bij de orthodoxen is het misschien vergelijkbaar, maar een beetje meer gefragmenteerd, maar toch vergelijkbaar. Ja. Ja. Of de Anglikanen, maar is de vorm het vorm? Of is dat de vorm of het vorm? Dat is altijd een eeuwige trauma. Ik zou over het vorm. Het vorm. Dat is een van de mysteries van de Nederlandse taal voor mij, het en de. Ja, format is ook niet heel Nederlands als woord. Maar dus, als het gaat, speelt de institutie daar een rol in de negatieve zin? Mm-hmm. En kan het dan dit omdraaien en een rol spelen in de positieve zin en dan wat moet er veranderen? Wel, ik ben natuurlijk heel mijn leven beroepshalve kerkjurist geweest en daarom heb ik niet zo'n hoog beeld van het instituut. Ik was altijd heel anti-institutioneel. Aan de andere kant weet je dat waar mensen samen zijn, is er institutionalisering. Stel dat je met vier mensen met een band muziek gaat spelen en je oefent, zeg maar iets, elke donderdagavond, dan ontstaat er een ongeschreven regel hoe je dat aanpakt. Wanneer je moet komen, hoeveel te laat je mocht komen, of je een pint mocht drinken ervoor of erna of tussenin. Je krijgt een aantal ongeschreven regels die je in het begin spontaan volgt en na een tijd wordt de overtreding ervan misschien lichtjes gesanctioneerd, ook al staat ze niet op papier. Je kunt dat nog verder hebben. Je kunt dat nog verder hebben in dan grotere organisaties. Ik vind dat de kerk heel dikwijls enorm heeft gefaald. Maar dat is voor een stuk zo omdat de mens niet in staat is om een instituut zonder machtsmisbruik uit te bouwen op een duurzame manier. Dus daar is een antropologisch manco. Omdat instituut betekent macht ook voor een deel. En macht betekent, zelfs als macht nodig is, hè, moet macht bouwen om iets te doen in het leven, collectief. Maar macht betekent ook misbruik. Ja, je hebt de ijzeren wet van de oligarchie van Michels. Dus dat je uiteindelijk macht wordt geconcentreerd en leidt tot misbruik, dat is denk ik onvermijdelijk. En wie beweert dat dat kan vermeden worden in een ideale wereld, is meteen gedoemd om zelf in die valstrik te stappen. Dat is ook bijvoorbeeld in allerlei communistische systemen zo geweest. Mm-hmm. Hè? Het was allemaal zo prachtig dat het alleen maar totaal kon ontsporen, omdat het geen rekening houdt met het manco van de mens. Maar is het niet zo dat, als wij vergelijken met de politiek, hè, dus inderdaad, je hebt absoluut gelijk als je zegt, zo is dat in de communistische regimes geweest enzovoort. Ja. Maar als we kijken naar de westerse, dus liberale democratie, de notie
lijkt te zijn om machtsmisbruik te bestrijden, is die diffuus karakter van macht en dan de creatie van de checks en balances, zodat de macht zo weinig mogelijk geconcentreerd wordt, zo meer mogelijk diffuus is, en dat ze meerdere controleniveaus worden ingebouwd. Kan zoiets in de kerk? Wel, dat zou moeten kunnen. Dat is op dit moment niet zo. Er is geen enkele reden bijvoorbeeld waarom men aan de ene kant niet zou accepteren dat, het hoofd is van de kerk, maar dat hij tegelijk zou worden gecontroleerd, zoals onze burgerlijke overheid door de Raad van State wordt gecontroleerd. Of onze koning eigenlijk. Of de koning. Dus het ene sluit echt het ander niet uit, maar dat is nog altijd heel moeilijk voor het instituut. Ik heb daar heel mijn leven eigenlijk voor geijverd. Vaak ook confrontaties over gehad met kardinaal Daniels en zo. Ik ben er ook van overtuigd dat de belangrijkste reden voor seksueel misbruik in de kerk niet is seksuele verzuchtingen van allerlei priesters, maar machtsmisbruik, waardoor die praktijken eigenlijk onder de controle vielen van dezelfde persoon die de wetten uitvaardigde, de uitvoerende macht, de rechtspraak. Dus machtsconcentratie leidt tot die uitspattingen veel meer, denk ik, dan het feit dat priesters celibatair moesten zijn. Ik ken een aantal celibatairen die geen pedofielen zijn, laten we daar duidelijk in zijn. Dus daarin, denk ik, moeten we de juiste verbanden proberen te leggen. Nu, iets wat mij ook altijd, wat ik prachtig vond, is een beeld van een Franse jezuïet die vrij jong gestorven is in de 70s. Die man heette Michel de Certeau. En die was dus jezuïet, die was katholiek, maar zoals dat ook kan in de katholieke kerk en soms bij jezuïeten, uiterst kritisch. En die zei, kijk, de kerk heeft als instituut gefaald om de moderniteit op te pikken en daar aansluiting bij te vinden. Is ook mijn idee. Bijvoorbeeld de strijd tegen het modernisme, hè, waarbij men is veroordeeld door Paus Pius de X in de encycliek Pascendi uit het begin van de 20e eeuw. En dat was eigenlijk een poging om inderdaad het wetenschappelijk denken en het geloof in dialoog te brengen zonder het geloof te reduceren tot het wetenschappelijk denken is. Voor een stuk afgeketst, daar heeft de kerk heel de tijd ook mee geworsteld. Een grote vorm van falen. En daar zegt dan de Certeau op, maar de instelling, het falen van de instelling, kan gebruikt worden als humus om het persoonlijk weer beter te doen. Dat is het beeld van l'institution comme pourriture. Huh? Dus het rotten van het instituut, zoals een compost op, kan kracht geven om van daaruit het weer beter te doen. En misschien daarna zelf te gaan falen wanneer je zelf institutionele macht verkrijgt. Hè? Zoals de cultuurcritici van de 60s de cultuurpausen van vandaag zijn. En dat is een vergelijkbaar iets. Maar dat vind ik wel heel mooi. Dus daar zit ook l'éternel retour des choses in. Wanneer je te machtig wordt en zelf het instituut vertegenwoordigt, loopt het mis. Tegelijk kun je uit dat échec de humus halen om weer iets nieuws op te zetten. En ik denk ook dat, ik geloof bijvoorbeeld niet in revoluties van bovenuit. Ik geloof daar niet in. Ik geloof bijvoorbeeld niet dat de Europese Unie en de Europese Commissie, dat Ursula von der Leyen en Frans Timmermans, die is nu werkloos, maar vroeger was hij er ook bij, hè, dat die mensen de vernieuwende ideeën voor de toekomst gaan brengen. Ik denk dat eigenlijk echte ideeën altijd uit de marge komen en aanvankelijk worden bespot. Ik denk dat dat een mechanisme is. En daar heb ik een beeld voor dat mij altijd is bijgebleven van Harvey Cox, een redelijk mediocre Amerikaanse theoloog uit de 60s. Hij heeft een paar boeken geschreven, De Stad van God en de religie in de stad van God. Maar één beeld heb ik altijd onthouden. Ten tijde, zelfs wij waren toen nog niet geboren, van de iguanodons en de dinosaurussen. Zagen die beesten er behoorlijk indrukwekkend uit. En iedereen zou kunnen verwachten dat het leven door hen zou worden verder gedragen voor de tijd die volgde. Toch zijn die op een betrekkelijk korte periode allemaal schielijk overleden. En het leven is voortgedragen
door onbenullige, haast onzichtbare wezens die er eigenlijk niet leken toe te doen. En dat vind ik ook een mooi beeld. Geloof niet te veel in degene die heil gaan brengen. Want ze zijn te zeker van zichzelf en zijn bedwelmd door de macht. Geloof eerder in de onverwachte kracht van de marge, die je bovendien ook mag bestrijden, omdat ze zo sterk is dat ze toch zal overleven. En dat denk ik ook voor het spirituele, voor nieuwe ideeën. Die komen zeker niet van de lakeien van het establishment. In die zin ben ik ook altijd wat sceptisch tegenover journalisten of kranten die ijverig de mainstream volgen of hem proberen vorm te geven. Mm. Dan denk ik, ja, misschien zal het toch van ergens anders komen. Maar dat is misschien ook mijn persoonlijke reactie als ik ben voor het contra-intuïtieve. Is dat een besef die gegroeid bij u, of was dat altijd hoe dat je naar de verhoudingen van macht met de marge hebt gekeken? Wel, ik vind dat eigenlijk een interessante vraag, maar ik heb altijd wat het gevoel gehad, en ik vraag me hoe dat bij jou is, maar ik heb altijd het gevoel gehad, soms moet je kiezen voor het op het eerste gezicht contra-intuïtieve. Omdat de lineaire evolutie nooit eindeloos doorgaat. Ergens komt er een knik in de curve, onderken die op tijd. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Ja, het is eigenlijk dat is hoe dat je dit hier beschrijft en verwoord, is ook een van de redenen waarom, allee, dat is geen geheim, iedereen weet dat wij ondertussen goed bevriend zijn geworden en dat wij ook over veel eens zijn, over ook andere zaken niet eens zijn, maar goed. Maar dat is een van de zaken die mij ook bij de voorbije jaren, vooral vroeger heb ik dat niet gemerkt. En dat kan aan mij liggen natuurlijk, want ik was met van alles bezig en ik zag je eerder als een establishment figuur, dus zo zag ik jou. Maar de laatste jaren, voordat we in contact zijn gekomen, zag ik juist die inderdaad... Allee, ik begon jou te zien als een anti-establishment, of niet anti in die negatieve verwerping zin, maar vrij kritisch enzovoort. En tijdens de coronaperiode is het heel duidelijk geworden, denk ik, voor iedereen. En dan nu met de nieuwe autoriteiten die ontstaan, de nieuwe hegemonieën. Ja. Bij mij is dat altijd zo'n soort... hoe moet ik zeggen? Ik moet van de andere uiterst komen. Ik was eerst dogmatisch in die lijn. Want in die lijn kun je ook dogmatisch worden. Ja, dat is waar. En dan zeggen van, ja, altijd tegen de establishment. Ja. Altijd tegen de mainstream. Altijd contraire. Altijd. Ja. Dat was een dogma waar ik mezelf aan hield. Authentiek hoor, en integer, maar ik geloofde daarin als een dogma. En waardoor dat ik altijd niet alleen wantrouwig, maar gewoon in verzet ging tegen alles wat mainstream leek of een mening die gedragen is door de meerderheid, daar moet ik eigenlijk tegen gaan. Dus, en ik ben een beetje zachter, dit beginnen nuanceren. En ik denk dat wij op dat vlak niet zo ver van elkaar zijn nu. Want ik geloof nog steeds dat inderdaad evolutie en ontwikkeling en positie en bevrijding komt vanuit de marge. In de strijd tegen concentratie van macht en machtsmisbruik. Dus dat is waar ik sta. En ik ben heel kritisch tegenover het establishment, nog steeds. Het establishment is wel veranderd van lijn, grotendeels, op bepaalde thema's. Maar tegelijkertijd... I cut them some slack soms. Hè. Soms geef ik hun het voordeel van twijfel. Mm-hmm. Establishment en zeggen van... Ja. Ook bijvoorbeeld tijdens corona. Ik was kritisch rond specifiek beleidsmaatregelen. Mm-hmm. Maar tijdens corona zag ik persoonlijk... misschien is dat een punt waar we van mening verschillen. Misschien niet. Ik weet niet. We hebben dat gesprek nooit gevoerd eigenlijk. Nee, dat is waar. Maar goed. Tijdens corona zag ik bijvoorbeeld dat het systeem geënt is om levens te beschermen. Ja. Misschien te ver is gegaan daarin, waardoor op een heel stuntelige, stomme manier levens heeft beëindigd bij anderen en problemen heeft gecreëerd. Maar als eerst in mijn oude dogmatische lijn, zou ik denken van kapitalisme is geënt om profijt of geld. En het leven zal niet interessant zijn. En dan plotseling zie ik, het systeem zegt van, economie haalt, alles haalt, we moeten nu zorgen dat mensen niet sterven. En daardoor verliezen bedrijven geld en verliezen... Dus voor mij is dat, ook als je daar fouten in maakt,
I give them credit for dat. Voor mij ja. was ah, oké. Okay. Dus in die zin, ik nuanceer een beetje soms die algemene demonisering of diaboliseren van het establishment of het systeem. Ik zie dat het systeem veel goede kanten ook heeft. En dat zijn dus dat is een sokkel dat ik wil verdedigen. Maar ik blijf natuurlijk even kritisch, of genoeg kritisch om te stellen dat er ook veel misbruik en machtsmisbruik is. En zeker dat inderdaad innovatie vaak vanuit de marge komt. Ja. Ik vind het interessant dat je het ook over het coronabeleid hebt, want ik vind het ook heel interessant op zich. Ik heb daar ook een wat dubbel gevoel bij. Zeker sympathie voor de aanpak in het begin. Toen er ook heel veel dingen waren die niemand wist. Toch moet je dan bepaalde opties nemen. Ik zou het misschien iets explicieter gezegd hebben, maar dat is misschien niet mogelijk strategisch tegenover een breder publiek. Maar ik zou bijvoorbeeld ook durven zeggen, kijk, dit weten we niet met zekerheid, maar we kiezen hiervoor omdat we denken dat dat het beste is. Dus waarbij je ook niet zegt, we spreken de waarheid, maar wel, we nemen met de kennis die we nu hebben deze beslissing. En ik denk dat het in het begin redelijk goed is aangepakt. Er waren excessen die achteraf gezien crazy waren, zoals dat je niet mocht gaan zitten in een bank in het park en zo verder. En dus dat de buitenlucht eigenlijk, dat had men toch kunnen weten, veel beter is dan de binnenlucht en zo verder. Hè. Bon. Maar dan merk je dat geleidelijk in een politiek die op zichzelf, denk ik, niet zo slecht was, toch autoritaire trekjes beginnen te ontstaan. In feite heb je daar die mechanismen ook van, ja, je hebt de macht, je zit daar. Ook stel dat je viroloog bent, hè, en plotseling heb je heel veel te vertellen. Ben je een publiek figuur, weeg je heel zwaar op het beleid. Normaal verwacht je dat niet van dat beroep. Hè? Dus, maar toch, het gebeurt dan door omstandigheden. En dan is er denk ik wel een risico van ontsporing, van discussie uit te sluiten, terwijl dat onnodig was. En dan voel je wel, ik ben er ongelooflijk toch gevoelig voor autoritaire trekjes die bij sommigen naar boven komen. En daar zie ik en die daar bovendien applaus voor krijgen voor een stuk. Mm. En een verschil is bijvoorbeeld ook hoe corona in Vlaanderen en Wallonië is aangepakt. Je had een grotere diversiteit van stemmen. De Franstalige virologen dan in Vlaanderen, waar er, laten we zeggen, een soort quasi-monopolie was van een bepaalde richting. Dus dat vind ik al een interessant punt, dat verschil er is. En wat mij ook opvalt, is dat eigenlijk een echte discussie erover vandaag nog niet mogelijk is. Als je dat vandaag in Vlaanderen zou doen, gaan een aantal mensen, zoals dat wordt gezegd, uit hun krammen schieten, heel boos worden. En ik heb er ook tegen een aantal mensen gezegd die dat die discussie zouden willen voeren. Ik denk dat het te vroeg is. We zijn daar op dit moment niet rijp voor. We kunnen wel allerlei rapporten maken, maar dat weet jij ook. Ja, je kan daar van alles in zetten en dat kan soft en verzachtend zijn. Maar om een diepere analyse erover te maken, daar zijn we op dit moment niet open genoeg voor van geest. Je hebt het dan over het publiek, want in de coulissen en de wandelgangen gebeurt dat gesprek ondertussen wel. Ja, maar het publiek kan het niet, hè? Nee, inderdaad. Maar jij had het over dat je dat ervaarde als mensenlevens beschermen. De eerste lockdown zeker en vast. Ja. En de beslissing dan, absoluut. Een beetje wat je ook zegt, Rick. Ja. Maar evolueren we dat dan niet naar kost wat kost de ziekte bestrijden? Ja, dat evolueert naar allerlei beslissingen die vaak niet logisch waren. Ja. Maar zeker vanaf het moment dat we de graad van niveau van gevaar, hè, van mortality, zeg maar, van dat virus kende, dan bleek de reactie disproportioneel. Mm-hmm. En ook niet gefocust inderdaad op dat bestrijden van een virus of inperken van de transitie of zeg maar verspreiding. En terwijl dat politiek een holistische benadering is van een maatschappij. Hè. Politiek moest kijken naar allerlei aspecten dan. En ik zeg niet dat... ik denk inderdaad dat de experten ook in Vlaanderen zeker te veel invloed hebben gehad. En soms heb ik het gevoel van er heerst wat je noemt autoritaire trekjes. Ja, die zijn er.
bepaalde partijen meer dan bij andere partijen. Ja. Maar wat er ook mee speelt, is een bepaalde... En daar kan misschien ook een cultureel verschil liggen met Wallonië. Zowel het paternalisme die ook soms aanwezig is. En Vlaanderen bijvoorbeeld, en Van den Broeke, toen dat hij benoemd werd als minister van Gezondheid, ik was hoera aan het roepen. Hè. Ik vond dat prachtig. Want ik ging ervan uit, ik ken die man nu goed, ik kon nu ondertussen een beetje beter, niet persoonlijk, maar goed. Maar op dat moment dacht ik van, oei, Marie de Blok heeft geflaterd. Ja, ja, ja. En die gast lijkt me competent. Mm-hmm. Los van hoe dat Conor zo presenteert en zo, dat is allemaal minder belangrijk. Ja, ja, ja. Maar goed, ik was ook tevreden, jij. Yeah. Maar heel snel daarna, hoe dat Van den Broeke communiceerde, maar ook die beslissingen dat hij nam en hoe dat hij die legitimeerde, dat gaf me dan een gevoel van autoritair. Niet alleen maar autoritair, maar ook paternalistisch. Nee. Ik heb een hekel over hoe dat Van den Broeke spreekt in zijn interviews. Hoe dat hij zich richt naar de mensen. Ja. De stemtimbre dat hij had. Zo van, een beetje zo... De tantehouding, zo de oude tante die... Dus, neerbuigend. En nu het feit dat bijvoorbeeld dat hij weigert om ook e-mails... Allee, ik ken dat dus hier niet zo goed over die e-mails, maar dat komt ook niet zo goed bij mij. Hier ben ik een leek. Maar ik wil gewoon iets zeggen. Hè. Ben ik benieuwd naar ook je mening daarover, Rick, en ook jouw mening. Ja. Ik denk dat bij een deel van de politieke klasse van toen, dat zij een deel van de politieke klasse, en ik ben geen grote verdediger van de politieke klasse, het is niet, ik zeg dat niet om hen te verdedigen, maar omdat ik die gesprekken ook heb gevoerd met politici in die periode, en ik herinner mij een gesprek van een partijvoorzitter, die het ondertussen niet meer is, maar ik ga niet meer aan dat zeggen, maar ik denk dat iedereen kan dat conclusie maken. Ik stelde de vraag aan hem van, kijk, uw partij en uw ideologie en uw visie kan toch niet aanvaarden dat je mensen van hun basale, of aan basic freedoms, dus basisvrijheden ontneemt. Zeker niet als we hebben nu een vaccin. Twee, we weten dat de sterfcijfers of dat de, hoe zeg je dat, de ja, hoe, mortaliteit van die virus toch te managen is. Nee. Gezien al die feiten dat je nog bepaalde autoritaire beslissingen aan het nemen, aan het verdedigen bent in je regering, want je zit in die regering, vanuit je visie als partij, dat is voor mij ondenkbaar. En zijn antwoord aan mij, in conclusie, dat was een lange verhaal, maar wij zijn bang van de kiezer. Nee. Waarom ben je bang van de kiezer? Ah ja, omdat de mensen zijn bang en de meeste mensen volgen... Ja. Want men denkt dat het verhaal van corona was een verhaal van protest van het volk tegen de regering. In de realiteit was het een verhaal van conformiteit van een meerderheid van de bevolking in Vlaanderen met het beleid. En zover dat sommige beleidspartijen zich gevangen voelden dat als zij zachter gaan, als ze, en stel je voor dat de cijfers dan slechter worden, dat ze dan afgestraft gaan worden. Dus dat speelde ook. De politiek is soms gevangen van een marketinglogica, ook naar de kiezer. Hè? En daar speelt nog een ander punt, denk ik, dan als je het achteraf analyseert. Dat is de niet-gelijktijdigheid van bepaalde gevoelens. Dus in een eerste fase is de eerste gedachte toch wel, hoe gaan we dat hier overleven? En het was allemaal zo diffuus en daar waren ook vrij jonge mensen die stierven en op de pagina's van de kranten verschenen dan foto's van al die overledenen en zo met precies zoals gesneuvelden in een oorlog, bijna met alle dramatiek van dien. Hè? Dus dat is het eerste, die primaire angst. Maar pas later komt een analyse van de beleidsmechanismen. Hè? Dus dat komt pas later, wanneer je de tijd hebt om daarover na te denken. Dus in die zin, denk ik, was het zeker juist van die partijvoorzitter die het niet meer is om te zeggen dat de angst voor de kiezer conformisme vroeg in het begin, omdat dan de angst ook voor de ziekte groot was. Maar dat je later toch begint te denken, ja, moeten we daar toch ook niet andere aspecten bij betrekken? De pervertering toch van de macht, het plezier dat
sommigen toch leken te hebben om met die strenge regels uit te pakken en zo. Dat is precies een feest, hè? Die kleine comité als ze kwamen. En daar mag je ook over nadenken. Ja, en ik vind dat ook mogelijk moet zijn, want zonder die mensen die daar misschien een rol hebben gespeeld waar je vragen kunt bij stellen, zonder die te verketteren als persoon. En zonder te zeggen, ik zou dat beter hebben gedaan. Maar dus door te zeggen, kijk, analyseer dat ook eens. Het doet mij zo een beetje denken, dat was ooit een psychologisch werk, en ik weet niet meer de auteur, maar het was een heel bekend werk. Men in Crisis, Study of a Mine Disaster. En dat was dus hoe mensen dan bij een mijnramp, waar het natuurlijk allemaal nog veel acuter is dan bij de vagere coronacrisis, hoe die dan reageren en wat dan de mechanismen zijn op zichzelf. Wel, je kunt dat toch analyseren zonder dat je ook maar iemand de steen gooit. Mm-hmm. En zo'n coole analyse vind ik prachtig. En missen we voorlopig nog. Mm-hmm. Men in Crisis, dat was het ook met corona. Mm-hmm. En dan kun je zien wat gebeurt er in een tweede fase. Mm-hmm. En ook hoe gaan natuurlijk mensen de leiding nemen of niet en elkaar steunen of niet. En dat is allemaal heel interessant. Is dat niet te vergelijken met de situatie wat je zegt over crisis, ook met oorlogen en zo? Ja. Zo rally behind the flag, ja, narratief. En dan, je kan een regering hebben die dat de ene flater naar de andere doet. Oh, ja. En dan, als je daartegen bent, dan ben je niet meer, dan ben je geen patriot. Ja, ja, ja. En je wordt echt verketterd een beetje. En bij corona was het zo, als je een beetje kanttekening plaatste, ja, zoals die mensen bijvoorbeeld die de burgermanifest hebben gemaakt, ja, dan word je direct van aangevallen, verketterd, als zijnde onwetenschappelijk, ja, tegen de wetenschap enzovoort. Dan heb je absoluut ervaring mee, Riek, maar ja, ik heb het persoonlijk niet getekend, nee, maar ik, op dat moment, ik wou het tekenen, ja, maar ik heb het niet getekend omdat ik niet slim genoeg ben om te weten of de wetenschappelijke elementen, ja, in dat burgermanifest, ja, ja, kloppen of niet kloppen. En toen heb ik tegen Tijl de Bier gezegd van, ja, ik heb alle sympathie daarvoor, ik ga die sympathie ook openlijk uit, ja, ik heb dat ook gezegd. Van, alles wat heeft te maken met de burgerlijke kanten, mm-hmm, met de burgervrijheid, daar sta ik 100% achter. Maar alles wat heeft te maken met de wetenschap, I don't have a clue. Ja, voor mij, ja, dat is Chinees. Dus ik ga mijn handtekening niet kunnen plaatsen daaronder, voor die reden. Maar los daarvan, de reactie daarop, de backlash, dat was iets, ja, dat ik dacht van, er is überhaupt een debat mogelijk in dit land nog op dat moment. Hè? Ja, ja. En ja, allee, misschien is dat iets van alle tijden, maar ik maak me echt zorgen over andere thema's. Er komen nieuwe debatten, hè, die ook existentieel lijken, of zijn misschien, zoals klimaat. Mm-hmm. Het is ook een terrein waar je ook vrij kritisch ook over hoe dat men het debat voert daarover. Ja, de verabsolutering vind ik een probleem. Dus, want je bent ook onmiddellijk een klimaatontkenner, wanneer je bijvoorbeeld, enfin, ik heb ook nog wat gespot nu met dat schilderij van Velázquez, waar het glas van werd kapotgeslagen, en dan zeg ik, ja, hopelijk wordt het klimaat vanaf morgen beter of zo. Hè? Ja, dat is natuurlijk vanzelfsprekend dat zuiver ironisch is bedoeld, maar sommigen lezen daar dan toch een klimaatontkenning in. Klimaatontkenning, klimaatveranderingsontkenning, ja, want het klimaat is er sowieso. Terwijl het eigenlijk eerder een kritiek is op de, ja, simplistische manier en de eenzijdige blik waarmee men denkt oplossingen te kunnen vinden via dingen die er ook niks mee te maken hebben. Bijvoorbeeld het vernielen van glas aan een schilderij. Dus dat vind ik wel een probleem. Ik ben altijd bang voor verabsolutering, fanatisme in religie, maar in politiek ook. En ook in, ja, het staan voor een zaak. Hè? Dus om de duur is de zaak zelf minder belangrijk dan de manier waarop je ervoor staat. Is de attitude, primeert die op de inhoud. Mm-hmm. En op dat moment is het hoog tijd om even na te denken, denk ik. Mm-hmm. Nu, om bij dat voorbeeld te blijven, activisten zouden dan zeggen, zeker klimaatactivisten zouden dan zeggen, wij moeten zoiets doen om aandacht te trekken en om de urgentie ook te benadrukken. Omdat vanuit waar ik sta, vaak heb ik de indruk van klimaatbeleid is mainstream. Of zeg maar, ecologistische, ja, beleid naar het klimaat toe is mainstream. En wordt, want ik heb bijvoorbeeld als Brusselaar vaak heb ik het gevoel van, oh, hier zijn er een beetje veel te veel regels die te maken hebben met het klimaat. En ik ben benadeeld als burger, hè, die zich geen Tesla kan veroorloven, bijvoorbeeld. En zo. Nee. Goed,
vanuit mijn perspectief is het vaak zo. Ik denk dat veel mensen dat ook zo ervaren, dat het klimaatbeleid mainstream is en eigenlijk dominant is. Maar als je met klimaatactivisten spreekt, dan krijg je een ander verhaal. Van nee, de mainstream, de establishment, doet bijna niks of zeker niet voldoende om de crisis of zeg maar de catastrofe waar wij waar we naartoe gaan. Of ja. Waar, op afstevenen, kun je ook zeggen. Voilà, op afstevenen, te beletten of te stoppen. Of, en daarom is een escalatie en de actievormen nodig om die urgentie in dat debat te krijgen. Hoe kunnen wij... Hoe sta je daar tegenover? Bij mij is het nog altijd zo... Soms zeg je van, oké, misschien hebben ze een punt, maar in hoeverre moeten we dan alleen met experts dan spreken om te zeggen van... Dat is zo urgent of is het niet zo urgent? Volgens mij is iedereen wel mee. We snappen allemaal dat het urgent is. Ik denk niet dat... Maar is het beleid voldoende? Wie gaat die antwoord geven? De vragen gaan dan over de aanpak, net zoals bij hoe men met COVID is omgegaan, hoe men met klimaat zal omgaan, met klimaatverandering zal omgaan. Ja, dat is de grote vraag. Ik denk dat we het eigenlijk grotendeels van links tot rechts, misschien met de uitzondering van heel extreem rechts dan, dat we het er allemaal eens over zijn. Maar klimaat en zeker energie is onlosmakelijk verbonden met mensenlevens en die transitie is enorm precair en daar moet echt rustig en goed over nagedacht worden. Ik denk, als je het hebt over degrowth, als men te snel stekkers gaat uittrekken, zal het enorm kwalijke gevolgen hebben. Dus, dus ideologie speelt daar een rol. Ideologie speelt volgens mij ook een rol. Het is een boosdoener eigenlijk. En een debat die... Zuurstof nodig is. Ja, ja. Debat. Ja. Ik denk, wat voor mij heel belangrijk is in die dingen, is dat... Een transitie, enfin, die moet er sowieso komen, ook gezien de eindigheid van grondstoffen. Dat was meer het issue, laten we zeggen, 50, 60 jaar geleden. Die geraken uitgeput, dat is ook zo. Dan heb je ook de effecten op het klimaat, dat is een tweede punt. Nu, ik denk dat in een democratie bijvoorbeeld, moet je ook mensen meekrijgen. Dus op het moment dat je zegt, een democratie kan dat niet aan, maar experten wel, hè, dan ga je ook terechtkomen in een systeem waarin de democratie ook andere dingen niet aankunnen en experten wel. En dan eindig je op de duur met een expertenregering die niet meer gelegitimeerd is en die ook technocratie. Technocratie die zelf ook van ideologische vooronderstellingen uitgaat, welke dan ook. Maar er is geen enkele technocraat in het luchtledige werkt. Dus dat is een eerste punt dat je de mensen moet meekrijgen. En een tweede punt, denk ik, wat absoluut noodzakelijk is om mensen in die evolutie te laten geloven en echt mee te krijgen, is dat er een sfeer van optimisme blijft bestaan. En wanneer je het beeld gaat wekken dat klimaatverandering eigenlijk gepaard gaat met vormen van doemdenken, achteruitgang, neergang, ja, dat is iets wat niemand wil. Ik vind ook het concept degrowth een heel raar iets, hè? Want dan ga je zeggen, ja, dan ga je toch gelukkiger worden en zo verder. Ik zie dat niet in. Ik zou eerder zeggen, kijk, groei kan op vele punten plaatsvinden, maar je kunt ook vormen van groei hebben die ecologisch niet belastend is. En dus er zijn bepaalde producten die geen zware voetstap met zich meebrengen, andere wel. Maar probeer daar dan in te groeien, maar zeg niet degrowth. Mm. Ik denk dat dat tegen de menselijke verlangens ingaan. Bijvoorbeeld, wat leidt tot politieke verbittering en keuze voor bijvoorbeeld rechts- of linksextremistische partijen? Hè? De gedachte dat bijvoorbeeld de volgende generatie niet meer gaat kunnen wat wij kunnen. En ik heb daar ook met sommige van mijn studenten ooit gehad. Hè? Die zeggen, ja, hè? Mijn grootvader bijvoorbeeld, hè, werkte alleen. Hè? Dus zijn vrouw werkte dan thuis en zorgde voor de kinderen. En wij konden rondkomen, een huis kopen en zo verder. En dan de generatie van mijn ouders, die werken met twee en die konden dat dan ook nog doen. Mijn generatie, we werken ook met twee en we kunnen het niet meer doen. We kunnen geen huis meer kopen of moeten ergens gaan huren of andere oplossingen zoeken of een minder huis dan dat van de ouders. Wel,
die gedachte, hè, trekt mensen, en daar moet je geen supermaterialist in zijn, maar dat geeft een gevoel van we are out of control, we gaan naar beneden, ja, de draaikolk naar onder. En ja, dan gaat men middelen zoeken, hè? Dus extreem rechts bijvoorbeeld door alle mogelijke spelverstoorders, migranten en zo, massaal buiten te gooien. Extreem links door te zeggen, ja, we gaan het geld van de rijken afnemen om onze status te kunnen bewaren. Maar ja, eens die rijken arm zijn, is het ook gedaan. Dus dat zijn in feite verkrampte manieren om het optimisme te reconstrueren via extreme maatregelen. Terwijl het eigenlijk zo zou moeten zijn dat er een optimistische mainstream is die dat extremisme niet nodig heeft. En dat is, daar bestaat de kunst in om zo tot dat type transitie te komen. Als je tegen mensen gaat zeggen bijvoorbeeld, ja, jullie gingen tot nog toe elke zomer 2 weken naar Spanje met het vliegtuig, spijtig, dat is nu gedaan, dat krijg je niet verkocht. Dat kun je onmogelijk verkocht krijgen. Dan moet je een breder perspectief hebben. Moet het ook zo ver gaan dat er andere dingen als even waardevol worden gezien, mocht dat niet meer mogen en zo. En dat is toch complexer dan het glas van een schilderij. Dat je net de juiste expert op de juiste plek het wel verkocht krijgt. Met genoeg geduw en getrek. Maar je moet dan ook veel empathie hebben voor mensen, hè? En voor hun gevoelens ook. Bijvoorbeeld als Frans Timmermans bijvoorbeeld de wereld rondvliegt voor het klimaat, dat krijg je niet uitgelegd. Dat krijg je echt niet uitgelegd. Ja, ik doelde niet op empathie, ik doelde eerder op met brute macht. Brute macht, maar daar zijn we toch niet voor. Nee, maar ook zo... Dat is geen optimistische vooruitzicht. Nee. Maar over optimisme... Allee, dus bekend gezegd, dus van optimism is a moral duty. Zeker voor liberalen, alhoewel. Vanuit de politieke perspectief niet zo, zo komt, goed. Het komt van Kant oorspronkelijk. Ja. Immanuel Kant is dan door Popper overgenomen. Van Kant, okay. Dan door Popper overgenomen. En dan heeft de derde grote filosoof van de westerse geschiedenis, Guy Verhofstadt, het ook geregeld gebruikt. Okay, mijn goede vriend Verhofstadt. Maar, voilà. Maar die heeft het altijd in het Engels geformuleerd, omdat hij dacht dat het van Popper kwam. Maar eigenlijk kwam het al van Kant, die het in het Duits moeten zeggen. Ja, maar goed, heeft hij nooit gedaan, dus het is nu te laat. Maar in feite vond ik dat altijd een verwerpelijke... Dan wordt het al dan... De beelden komen erbij. Voilà. Hè? Nu, een van de punten daarmee is, ik vind dat eigenlijk een pessimistische uitspraak. Want als je zegt dat je optimist bent, uit plicht, zeg je eigenlijk dat je dat zonder die plicht niet zou zijn. Dus het is eigenlijk een soort voluntaristische daad tegen beter weten in. Mm-hmm. En dan geloof ik toch meer in een echt optimisme dat vertrouwen uitstraalt. Vertrouwen ook in het kunnen van de mens om met verschillende omstandigheden om te gaan. Wat ooit nog gebeurd is. Het beste bewijs is, we zijn er nog altijd. Mm-hmm. En dat vind ik een andere wijze om er naar te kijken. Dus op het ogenblik dat je zegt, ja, maar hier is het nu zo speciaal dat we het via verkrampt optimisme moeten doen. Ja, dat niemand gelooft dat. Als je bijvoorbeeld doet alsof je verliefd bent op een meisje en haar ook zo benadert, die gaat dan toch ook zeggen, ja, wat is dat hier voor een komedie? Dat voel je direct aan. Bijvoorbeeld ook als je lesgeeft bijvoorbeeld, hè? Aan studenten of leerlingen of mensen op een school en zo. Op het moment dat je dingen zit te vertellen die je zelf niet gelooft, dat hebben ze onmiddellijk door. Mm-hmm. Hè? En dat geldt ook voor verkrampt optimisme. Dus optimisme, moral duty, was een verkoopsargument. Mm-hmm. Maar ik denk dat ook, laten we zeggen, het authentieke karakter van het discours dat Verhofstadt hanteerde, toch nu minder als dusdanig wordt gepercipieerd, om het zacht uit te zeggen. Want er zijn veel mensen die destijds, ik ken een heel aantal mensen die zeggen, ik heb vroeger voor Verhofstadt gestemd. Hoe is dat mogelijk geweest? Zo ken ik heel wat mensen. Hè? Mm. Maar dat betekent dat hij toen wel een discours kon naar voren brengen. Maar de man heeft een drive, hij heeft er nogal
valt. Hè. Dat, ja. Dat. Maar inderdaad, de geloofwaardigheid. Dat is het probleem. Hè. Dus ja. het is, die voluntaristische drive heeft hij wel, maar de boodschap die hij daarmee inhoudelijk verkondigt, mm-hmm. is eigenlijk fake. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het probleem. Absoluut, absoluut. Alleen zo, oké, op zoek naar een optimisme als houding, maar als ook soms misschien een paradigma, omdat je, als we terug dat nemen als een soort lens om naar de klimaatproblematiek te kijken. Het is een keuze inderdaad, als je pessimistisch, defaitistisch nadenkt. En dan ga je zeggen van, oei, die growth. En we gaan een beetje alles op een lager niveau gaan doen. En dit gaat ons redden. Dat is eigenlijk... Eerst om te beginnen op historisch... als je een historisch blik werpt... Dat is de tegenovergestelde van wat wij als soort altijd hebben gedaan. Ja, ja. Wat wij als soort hebben gedaan, is altijd nog meer onderzoeken, andere manieren vinden, alternatieven vinden. En dan zeker de voorbije 2-3 eeuwen hebben we bijvoorbeeld in dat debat rond voedsel. Hè, toen dat men zei van het aantal mensen op aarde... Malthus bijvoorbeeld had een uiterst. Die zei, we gaan dat niet kunnen houden. Die zegt, als er meer mensen komen, die gaan we geen eten kunnen geven. Wel, we constateren dat er nu minder honger is op de wereld dan een tijd geleden. En dat het grootste probleem eigenlijk niet zozeer het produceren van voedsel is, maar logistiek. Dat is nog het grootste probleem dat op dit moment op dat gebied blijft. Maar je had inderdaad ook kunnen zeggen, laten wij als soort maar gaan verdwijnen, want er is geen eten meer. Dat was fout. Ja. Dat is inderdaad waar ik ook sta momenteel in het debat. Hè. Maar dat is als er één debat is waar ik nog altijd open van... ik probeer open van geest te zijn en alles, maar waar ik absoluut ook durf te zeggen tegen mezelf... Zit ik nu fout? Is deze. En daarom dat ik ook benieuwd ben naar... ik hoop dat wij in deze serie ook klimaatactivisten kunnen interviewen daarover. Ik ben echt benieuwd naar wat zij kunnen tegenwerpen. Want ik zit persoonlijk ook momenteel op dat eco-modernistische lijn, om een lelijke woord te gebruiken. Ja. Maar goed, het lijkt me ook de meest optimistische en zeker ook de meest rationele weg. Ja. Maar ik wil blijven bij die vraag, maar dan ik wil naar iets anders gaan, maar dan met dat optimisme. Ik denk dat... ik geloof dat optimisme voor klimaat... Bij mij in ieder geval, ik spreek over mezelf, maar ook denk ik veel mensen, we blijven optimisme met het klimaat. In die zin van, het komt in orde, we gaan verschaffen dat, om dat zo te stellen. Ja, niet zonder iets te doen, maar verschaffen dat betekent dat je wel iets doet. Ja, dat we via technologie, dat we via wetenschap, en deze is wetenschap absoluut misschien een van de absolute duidelijke oplossingen of de wegen. Maar waar dat moeilijk om dat optimisme, denk ik, bij veel mensen te bewerkstelligen of te activeren, is als het gaat over onze menselijke verhoudingen. Wij, de menselijke maatschappij. Als je kijkt naar de oorlogen die bezig zijn in Oekraïne, het Midden-Oosten of en elders in de wereld, want er zijn ook conflicten die nauwelijks aandacht krijgen. Als je kijkt naar de polarisatie die aanwezig is in onze maatschappijen hier in het Westen, rond de kleinste items, de kleinste debatten worden bijna existentieel nu gevochten en niet meer... nuance is niet meer te vinden. Maar ook waar dat nuance is vaak een soort saaie vorm van herkauwing van de status quo, die ook niet meer geloofwaardig is. Dat is waar. Hoe kan je optimistisch zijn? Hoe kan optimisme een soort uitweg zijn? Of kan het een soort uitweg zijn? Hoe kun je optimisme framen of plaatsen in deze realiteit? Voor mij is dat, om te beginnen moet je het zelf proberen uit te stralen. En niet voluntaristisch, maar gewoon omdat je, denk ik, en het is natuurlijk niet altijd makkelijk, een soort levensvreugde kan het begin zijn van het in de wereld staan en contact hebben met anderen. En natuurlijk, er is altijd wel een reden om ongelukkig te zijn en soms goede redenen. Bijvoorbeeld dat jij nu wordt geconfronteerd met de oorlog in het Midden-Oosten tussen Israël en Gaza en zo verder. Ja, dat is niet om mee te lachen. En dat is iets dat ook
een groot stuk van de dagen vult om daarover te reflecteren. Maar zo is het ook mogelijk dat mensen bijvoorbeeld ziek zijn. En een ziekte die nooit helemaal zal genezen, die ook een groot stuk... Dat is een totaal ander punt op privévlak, hè, maar dat kan allemaal gebeuren. En bijvoorbeeld wat mij dikwijls opvalt, als je bijvoorbeeld een tweet stuurt waarin je zegt dat het een prachtige dag is of zo, dan zijn er altijd mensen die zeggen, u hebt gemakkelijk spreken. Maar dan denk ik, wat weten ze daarvan? Huh? Wat weten ze wat er werkelijk zich in mijn leven afspeelt? Dat kunnen ook allemaal onbekende drama's zijn, misschien ook niet. Maar dat idee van u hebt gemakkelijk spreken, vind ik heel raar. Want dan gaan ze ervan uit dat zij in een heel slechte positie zitten en de anderen in een geprivilegeerde. Ik denk dat dat een slechte insteek is. Ik denk dat je eigenlijk in plaats van in die categorieën redeneren, zou moeten zeggen, kijk, dit is mijn leven, mijn zit in leven en van daaruit moet ik werken met alle dynamiek die ik heb. Een prachtige zin die ik altijd heb onthouden van een zeer merkwaardig en kritisch auteur, Mark Twain, was, geef elke dag de kans om de mooiste van uw leven te zijn. Ik vind dat een fantastisch iets. Neem nu bijvoorbeeld een grijze dag in november en je denkt, goh, en al die conflicten in de wereld en ik moet met een auto buiten zijn, we zijn het regent en al dat onrecht. En toch moet je die dag die kans geven. Dat vind ik een soort attitude die enorm kan helpen. En die helpt ook, denk ik, en dat is dan het tweede punt, als je de dingen wil aanpakken, om niemand uit te sluiten. En dat is ongelooflijk moeilijk. Want natuurlijk, er zijn veel mensen die er bijna alles aan lijken te doen om uitgesloten te willen worden. Dus, en dan is de neiging wel groot om dat te doen. Maar ik vind het toch prachtig om ook met rare mensen in gesprek te durven gaan. Dat had ik ook met mijn boek met Pieter Maréchal. Dus een van onze punten is, er is een middenplein nodig waar iedereen mag opkomen, ook zonder een entree-etiket. Je moet niet eerst een bewijs van goed gedrag en zeden afleveren of een klein examen hebben afgelegd of enkele papieren hebben ingevuld. En dat geldt voor mij voor iedereen. En dus neem nu iemand die flat-earther is. Wel, waarschijnlijk vergist hij zich. De aarde. Waarschijnlijk, hè? Ja, dat moet wel zijn. Kans bestaat. Dus dat is niet juist. Hè? Maar goed, betekent dat dan dat je zegt, u bent een wappie of zo? Ik praat niet met u. Wel, misschien heeft die persoon over iets totaal anders wel een helder inzicht. Dus misschien heeft hij een diepe politiek of artistiek inzicht dat ons blijft verrassen. Dan denk je, tja. En het strafste dat zelfs mogelijk is, en daar heb ik het nu niet over de flat-earthers, misschien zijn er ook af en toe mensen die dingen zeggen waarvan je zegt dat is knettergekke nonsens en achteraf blijkt het toch waar te zijn. In een zeer klein percentage, maar die mogelijkheid mag je voor heel veel dingen niet uitsluiten. En dat is voor mij de gedachte van het open gesprek, ook politiek. Ik ben altijd bereid om met extremen te spreken, PvdA of Vlaams Belang. Ik ga daar niet van lopen. Ik ga niet zeggen, u groet ik niet. Hè? Ik ga wel zeggen dat ik het niet eens ben met wat ze vertellen, maar dat kan ook op een beschaafde manier. Hè? En dat, denk ik, dat creëert ergens vertrouwen. Ik denk, hier komen we terug tot wat we in het begin zeiden. Een gesprek, het feit dat dat kan plaatsvinden, creëert vertrouwen. En ik heb daar ook nog een persoonlijke anekdote over die ik ook nooit zal vergeten. Dus zoals je ook al zei, ben ik ook altijd kritisch geweest tegen het instituut Kerk. En op een gegeven moment, ergens in begin jaren 90, loop ik in Leuven rond en toen was daar nog actief de conventuele kerk van de paters conventuele, zo in volle centrum van Leuven op het Hoeverplein, waar veel passanten kwamen en ook wel wat missen werden gedaan, die nog toen redelijk door oudere mensen werden bijgewoond. Ik kwam daar toevallig voorbij en een oude man kwam uit de kerk, was daar naar de mis geweest, herkent mij en zegt, ha, u bent Rick Torfs. Nu moet ik u toch iets zeggen, jij brengt de kerk op de rand van de afgrond en zo verder. En die was heel kwaad. En ik praat daarmee wel enkele 10 minuten. En het einde dat hij zei, wel, ik vind dat echt heel aangenaam dat ik met u eens heb kunnen praten.
Ik had die niet van mening doen veranderen, maar wel zijn woede weggenomen. En daar was heel weinig voor nodig. En dat vergeten we vaak. Er is heel, dus het is ook een vorm van erkenning dat je dat doet. En meer vraagt die man ook niet. Die vraagt ook niet dat ik zijn ideeën deel. En hij, en ik vraag er ook niet van hem. Hè? Maar het feit dat je dat doet, creëert een ongelooflijke opening. Die heilloze polarisatie en vijandbeelden en de gedachte dat je niet kunt praten opheft, dat denk ik echt wel. En dat mis ik wel wat in ons land, waar dikwijls ook vanuit een soort moreel superioriteitsgevoel op anderen wordt neergekeken die minder slim zouden zijn of minder ethisch en zo verder. Dan denk ik, ja, is dat wel zo? Ik ben misschien eigenlijk diep in mijn hart ook een smeerlap en zeker niet beter dan al die anderen. Als je daar eerlijk in bent, je ziet toch ook je eigen donkere kantjes. En dat maakt het makkelijker om u met veel plezier met iedereen te onderhouden. Ja, het is, ja, iets in mij zegt van, als Rictorps dit zegt, dan geloof ik hem. Hè. Dat Rick, allee, dat, wanneer ik zeg dat ik een smeerlap ben. Nee, maar, dat geloof ik niet. Maar dat als Rictorps zegt dat hij met iedereen wil spreken, dan geloof ik dat. En dat is natuurlijk een... ik zal dat niet een kunst noemen, maar een houding die niet zo verspreid is in deze maatschappij. Nee. Maar ja, ik denk juist in de huidige tijden, ik heb dat ook gemerkt, je hebt gerefereerd nu met de escalatie in het Midden-Oosten, met wat er allemaal bezig is. Ik heb gemerkt dat veel mensen niet kunnen tolereren. Veel mensen die zaten voor mij te applaudisseren de voorbije periode en zo. Niet kunnen tolereren dat zij met mij 100% van mening verschillen rond iets. Ik beweer niet dat ik dat altijd kan tolereren, maar ik probeer dat altijd te tolereren. Maar wat ik merk vaak zo een narratief van het ware aard komt naar... vanaf het moment dat je een andere mening hebt dan anderen, dan komt je ware aard. Of de maskers vallen af. Of de maskers vallen af. Dus eigenlijk, veel mensen denken dat eigenlijk je ware aard is... Eerst iets dat je verbergt, en twee... en dat is een beetje... misschien voor veel mensen is dat ook waar dan. Dat de ware aard is iets dat ze verbergen en dat het eigenlijk een soort masker is. Zoals dat we zijn begonnen met dat vrouw over gesprekken. Dat de echt gesprekken de refter echter is en zo. En dat het ook... Dat valsheid en openheid, of zeg maar het gebrek aan openheid, creëert ook meer confrontatie en meer polarisatie. En meer, terwijl dat het aanvaarden van het verschillen zonder het eens daarmee zijn, kan een cliché klinken, maar het creëert wel toenadering. Ik wil hier gewoon mee bijtreden. Ik ga geen namen noemen, maar iemand die ik misschien rond 90% van die thema's oneens mee ben, en fundamenteel oneens mee ben, maar juist door een paar menselijke gesprekken na debatten, na harde debatten, iets met elkaar te gaan drinken en zo, is er een soort menselijke communicatie ontstaan waarin die persoon zelfs nu voelt dat hij mij moet contacteren om te zeggen van ja, kijk, ik begrijp waaruit u staat enzovoort. Ja. Terwijl dat ik weet waarschijnlijk dat zijn sympathieën zeker niet met mij of met de Palestijnen in deze dan staan enzovoort. En alleen dat kan dus, dat is wel mogelijk. Ja. Maar er is... Allee, ik zeg niet, er is veel moed daarvoor nodig en veel zo composure zo daarvoor nodig. En ik weet niet of ik zo optimistisch ben dat wij als soort in staat zijn momenteel, altijd, om dat aan de dag te brengen en en masse. Ik denk altijd mensen, hier en daar mensen zijn daarvoor in staat. Er zijn een groep mensen, maar ben je daar optimistischer bij dan mij? Ja, misschien. Nu natuurlijk, als met de huidige actualiteit. Ik vind bijvoorbeeld het conflict met Israël, vind ik een van de... Enfin, zo zie ik dat wel. Ik heb het ook nog op de RTBF gezegd. Een probleem peut-être insoluble. Wat ik niet graag zal zeggen en niet gemakkelijk zal zeggen. Maar het zit zo... Een onoplosbare probleem. Ja, het zit zo
complex in elkaar en er komen zoveel aspecten bij kijken. Ik denk meer dan bij het doorsnee-conflict. Dat is iets dat ik echt wel geloof, meer dan zelfs Rusland, Oekraïne of meer dan andere zeer ingewikkelde situaties, bijvoorbeeld Nigeria als heel religieus verdeeld land, of bijvoorbeeld vroeger, waar nu enige stabiliteit in is, maar het is toch niet helemaal opgelost, maar wel stabiliteit dankzij de Goede Vrijdagakkoorden, Ierland. Hè. Natuurlijk, als jij over Ierland spreekt, daar ga je minder persoonlijk bij betrokken zijn natuurlijk dan bij het conflict in het Midden-Oosten. En als mensen niet begrijpen dat jij dat toch met alle intellectuele analyse en eerlijkheid van dien toch ziet vanuit een bepaald perspectief, ja, het zou toch crazy zijn dat het anders was. Ja, dat ontken ik ook niet. Hè. Ik ontken niet dat ik kant kies daarin. Ja. Dus dat is voor mij duidelijk. Maar dat is ook begrijpelijk. Ja. Allee, ik vind het wel persoonlijk natuurlijk. Ja, en dan kun je dan zeggen, ja, ik vind dat te eenzijdig of ik vind dat niet juist, maar zo be it. Hè. Maar hier, Rick, zonder te gaan inderdaad over het conflict zelf, want dat heeft een hele podcast nodig. En de diepe roots en zo verder. Voilà. Maar over de mechanismen van het gesprek, om te blijven met dat mechanisme van het gesprek, eigenlijk, wat ik daar merk, los van mij als persoon, er is een soort wokisme, wat men woke noemt, en cancel culture, die ook daarbij speelt, maar dan langs de andere kant. Hè. Vaak, er is ook dezelfde mechanismen die spelen bij woke soms op bepaalde terreinen, van het is immoreel om dit te zeggen. En als je dit zegt, dan verlies je alle credibiliteit. Daar speelt ook zo'n soort wokistische reflex. Niet bij iedereen, gelukkig. Hè. Bij veel mensen niet. Ik krijg ook veel steun ook van mensen die niet eens zijn met mijn standpunten. Dat is niet. Maar bij sommige mensen spelen... Terwijl dat die mensen zelf vaak ook kritisch zijn voor wokeness. Ik heb gemerkt dat sommige mensen reproduceren dezelfde moralistische lijn van een soort verontwaardiging als reactie in plaats van argumenten. Je geeft je standpunten. Natuurlijk, als je jezelf een verontwaardigd uit... dan mag je een verontwaardiging krijgen. Dat aanvaarden, dat is fair game. Maar soms gaat het niet over... Want soms is er een verontwaardiging natuurlijk gekomen, maar soms gaat het over discussies, over feiten. En vaak heb ik een reactie in deze conflict, maar zoals bij andere thema's ook vaak de laatste tijd. Ook een klimaatvraagstuk bij corona, bij genderdiscussie. Dit is de foute mening. Ja. Niet dat de mening fout is. Het is een fout. Het is dan ben je een fout mens. Het is fout om zo te denken. En dan, en dan vraag ik me af... Zijn we nu eigenlijk bij beide kanten van de culture war eigenlijk beland? Als je kijkt ook naar de Verenigde Staten, waar dat nu bijvoorbeeld de Republikeinen, dus de conservatieven die tegen cancel culture waren, beginnen ook te pleiten voor wetten om bepaalde uitingen van solidariteit met Palestina, maar ook andere zaken te verbieden. Die verbieden ook bepaalde boeken van... Dus zijn we nu allemaal eigenlijk hetzelfde? Alleen niet wij. We zijn goed, hè? We zijn de goede gasten. Maar zijn wij in een wereld beland waar dat het mainstream is geworden om meningen als vanuit moralistisch hoek te beoordelen en dan misschien elkaar te cancelen op basis daarvan? Ik denk een belangrijk punt is, je moet het met iemand oneens kunnen zijn en die persoon toch als een fatsoenlijk mens zien, om dat woord nog eens terug te gebruiken. Als dat niet meer kan, dan zitten we echt op een doodspoor. Dus fatsoenlijk koppelen van meningen? Ja, ik denk dat wel. En koppelen aan gedrag bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Ja. Als je dan met overal alles begint kapot te slaan en mensen in elkaar... Lijkt simpel, maar blijkbaar is het maar niet zo simpel. Het is inderdaad niet makkelijk, omdat er... Toch ook. Het heeft ook te maken, denk ik, met een moralistische aanpak van de argumentatie. Een mix van moraal en emotie die vaak samenkomen. En die eigenlijk tegen de verlichting indruist en de rationele argumentatie. Dus in onze superverlichte tijden heb je ook het tegendeel in een mix van emotie en moralisering. Maar ik denk, eigenlijk is het startpunt, denk ik, om veel te aanvaarden dat je jezelf vrij voelt. En hoe kun je jezelf vrij voelen?